The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zin hier alleen voor de zorg als het ergens over moet gaan. Zindelijkste! Na de fey, rivers of the Nederlands. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. We kunnen niet elke week zeggen dat we een heus monument op bezoek hebben, maar vandaag is dat zeker het geval. Als we zijn volledige palmaris moeten opzommen, duurt deze inleiding al twee uur lang, dus we gaan hier een kleine greep doen uit wat hij zoal allemaal heeft gedaan. Onze gast is zanger, gitarist, drummer, presentator en acteur. Zijn eerste verschijning op de Vlaamse televisie was als kleuter op de schoot van Tante Terry. En sindsdien is hij een vaste waarde op onze TV-schermen en live-podia. Hij presenteerde programma's als. De Droomfabriek, de Grote Prijs Bart Peters, NV Peters, Nonkel Pop, de Leukste Eeuw, Eurosong, het we wetenschapsprogramma Hoe Zo, Mag ik U Kussen? De Neus van Pinocchio, een laatste groet voor de leeuwen, de Late Night Talkshow Bart en Siska met Siska etcetera, etc. Et ik kan hier letterlijk uren doorgaan. Samen met Hugo Matthijssen maakte hij op Stubru het legendarische radioprogramma Het Leugenpaleis, dat later een even succesvol tv-programma werd onder de titel Het Peulengaleis. Als muzikant maakte hij deel uit van de radios, waar hij mega hits scoorde als She Goes Nana en I'm Into Folk. Zijn alter ego-vettige swa, is drummer bij de Clement Peers Exposition, bekend van toppers als Dicke Lu, Voorwijf en Vinde Ga Mijn Gat Niet Te Dik in Deze Rock en nog oneindig veel meer. Als solo-artist kregen we albums als Slimmer dan de Zanger, het plaatje van Bart Peters, de met platina bekroonde plaat, de ideale man op de groei en de lijst blijft doorgaan. Hij headlined de Nekkannacht, het Festival, speelde een ontiegelijk lange reeks in de Lotto Arena, waar hij binnenkort momenteel ook nog speelt. Uh, blijft het vol spelen. Won als eerste Belgische artiest drie Mias op een rij in de categorie Beste Nederlandstalige Artiest en ga zomaar door. Het spreekt vanzelf dat we heel blij zijn dat hij vandaag bij ons zit. Welkom Bart Peters. Oh <laughs> als, als, als je dat allemaal hoort, dan heb je de, dat is misschien de eerste vraag dat ik direct wou stellen als ik al begon te checken wat jij allemaal gedaan had. Er moet toch enorm veel veranderd zijn tussen het moment dat jij begon en nu, niet? Ja. <laughs> dat wel. Wat denkt je zelf dat je dit hoort en denkt van Jezus, wat heb ik allemaal al gedaan Ik, ik ben een raté want, al, ik, ik heb het, het plan is niet gelukt Maar dat is, dat is het verhaal van, van mijn leven Namelijk, ik was, ik, was ik kon tekenen Voordat ik kon spreken Ik, ik kon tekenen voordat ik kon staan mm -hmm. Er zijn echt kindertekeningen Dat je denkt van Maar deze is de ronde van Frankrijk maar die, die kon dat toch nog niet dus ik, ik kon echt tekenen dus ik wou tekenaar worden ja. schilder D dat heb ik blijven doen maar in het geheim Dus da daar ben ik nooit meer naar buiten gekomen en dan um, op mijn zevende heb ik van Sinterklaas de minst die ik dan later nog persoonlijk heb leren, <lacht> <lacht> ik heb die nog heel hard bedankt bedankt voor mijn eerste gitarre ja. en op dat eerste gitarre begon ik dan ja, dat was in de 60 hè? Ja. Dat was al in 1967 geweest, zijn Begon ik dan direct in plaats van liedjes na te spelen, direct zelf liedjes te spelen. Dat was toen in de hippie-tijden. Mijn ouders waren ook hippie. Dus dat was zoiets van, please, please, I wanna live in peace. Dat, dat was zo ongeveer mijn eerste song. <laughs> en dan dacht ik, ah, nu is het duidelijk, ja, ik, ik zal vermoedelijk uh, zanger, singer-songwriter worden. M maar ook dat mm, pakte niet echt verf. En dan het dat is altijd zo dat, dat je dan uiteindelijk uh, voor, voor iets anders gevraagd wordt. Op mijn elfde begon ik dan uh, op tv. Ik speelde Een Helderziend Jongetje in Bart Bannings. Ja. Je kent dan die. Dat je dood, dat je naar school komt. Dat dan iedereen zegt: zeg zeg iets wat dat examenvragen zijn. Want ze denken altijd: als je een rol speelt op tv, dat dat echt is. Hè? Ja, ja. En op dat eerste gitarre begon ik dan. Ja, dat was in de 60s. Hè? Ja. Dat was al in 1967 geweest, zijn. Begon ik dan direct, in plaats van liedjes na te spelen, direct zelf liedjes te spelen. Dat was toen in de hippie-tijden. Mijn ouders waren ook hippie. Dus dat was zoiets van... Please, please, I wanna live in peace. Dat, dat was zo ongeveer mijn eerste song. <laughs> en dan dacht ik... Ah, nu is het duidelijk. Ja, ik, ik zal vermoedelijk uh, zanger, singer-songwriter worden. M maar ook dat mm, pakte niet echt verf. En dan... Het, dat is altijd zo, dat, dat je dan uiteindelijk... Uh, voor, voor iets anders gevraagd wordt. Op mijn 11e begon ik dan uh, op tv. Ik speelde Een Helderziend Jongetje in Bart Bannings. Ja. Je kent dan die. Dat, dat je dood dat je naar school komt. Net dan iedereen zegt. Zeg iets zeg wat dat examenvragen zijn. Want ze denken altijd. Als je een rol speelt op tv. dat dat echt is. Hè? Ja. <laughs> dus, en zo werd ik dan geslachtofferd, Ook niet helemaal tegen maar Op de televisie. En in de muziek. Met de radio's dan. Is het eigenlijk, heeft het eigenlijk geduurd tot mijn 28e. voordat er daar echt iets bewoog. Daarvoor heb ik veel in balorkesten gespeeld. Mm. We waren heel succesvol in West-Vlaanderen en Noord-Holland. <laughs> maar, maar <laughs> ja, Noord-Holland is ook een beetje het West-Vlaanderen van Nederland. Eigenlijk. Ja, maar dat, dus direkt... dat, klopt, dat klopt eigenlijk Als je wel. erover nadenkt... Dus ik denk, dat als je een West-Vlaming en een Noord-Hollander <laughs> tegenover elkaar zou zetten, die zouden we op magische wijze misschien wel elkaar kunnen verstaan. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, hoe verder naar Noord-Holland dat je gaat, hoe meer dat die klanken daar inderdaad op beginnen te lijken. Dat is ja. En dat was ja. een groepje <laughs> met Jan Leijers, dat was de zanger gitarist Hugo Matthijssen was eveneens zanger gitarist dan professor dokter Mark Kruithof, de zoon van professor dokter Jaap Kruithof, ja. die mensen is nu natuurlijk 87-voudig professor aan de Universiteit van Gent, dus wij hadden een soort professor basgitarist gitarist mm -hmm. Dat was... <laughs> dat was ons balorkest en ik ja. was een drummer. En, en wij konden alles spelen. Dat nee. was ook heel raar. Dus wij konden alle nummers van de Police, alles van Elvis Costello, alles van de Rolling Stones, alles van. noem maar op, van David Bowie, alles. Dat, dat lukte. Ja. Wat dat je dan natuurlijk hebt, is je eigen, je eigen gezicht, je ja. eigen sound, die is kwijt. Hè? Je, je, je zet een soort. Een soort papegaaien jukebox. Pa uh, ja. jukebox ja? Ja. Dus, dus met, in dat gezelschap hebben wij nooit, ik zweer u dat wij op sommige dagen Cold Wave hebben gespeeld. <laughs> maar dan zo <we> echt zo <laughs> Chinese metro tattoos on my arm. <laughs> Pink Flamingos en Frozen Radios, ja. Yeah. <laughs> maar dat was, dat, dat was die reinste zelfverloochening. Dat liep helemaal verkeerd. Het is pas met ons goed gelopen als we allemaal ons eigen projecten zijn gaan doen. Hugo Matthijssen heeft dan eerst Hugo Matthijssen in de Bomen gedaan. Mm. Uh, ik ben met de radio's begonnen. Uh, en, en Jan Leijers is met Soul Sister begonnen. Even goeiematig gebleven, maar ik had nooit kunnen de drummer zijn van Soul Sister. Want uiteindelijk, de, de, de platen van Soul Sister die zijn ingedrumd door Stevie Ferroni, de, de drummer van Eric Clapton. Ja, ja. <laughs> daar is mijn broek te kort voor. Ja. Je? Dat, dat was anders. Ik, ik heb in het begin nog wel bij Hugo Matthijssen en de Bomen ...drummerke geweest, maar dat kreeg ik dan weer niet gecombineerd met de radio's. Maar soms moeten we durven afstand nemen van elkaar en, en dan later vinden we elkaar weer terug. Ja. Zoals met Hugo dan ja, in, in het Leugenbaleis. Ja. Dat is wel zot, want hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? Jij en, uh, en Hugo en Jan, en God, jullie gaan echt way back eigenlijk dan? Hugo die zat toevallig op het Heilig-Piustin-Instituut te Antwerpen. Mm. Uh, <laughs> jaar, jaar een jaar of drie hoger dan een kik. En ik weet nog dat. Dus toevallig, ik, ik ging altijd in school en zo, en dat was supergezellig. En dan ging ik naar het. Middelbaar onderwijs en zat daar daar VSO, je kon daar vele richtingen uit. En daarom ja. ging ik dan met de fiets naar Wildrijk eigenlijk, hè, het herberg ja. piustin Instituut. En ik kwam dan de eerste keer in de Ninet, in de Rifter. en daar zat er een met een gitaar, en die speelde, Vlinden, let eens even op het liegen van Uncle Poppen, ja. omdat die mij zag binnenkomen, en ik, ik dacht zo van, wow, this is a shame. Ja, ik word hier direct met de grond gelegd gemaakt door de mensen die ik niet kende, dat was de Nugo, ja. die later heeft gezegd, part. Ik, ik, ik wou niks verkeerd doen. Ik vind gewoon. vrienden, let eens even op. Staat het beeld soms op zijn kop. Dit is ons programma. Tip top, tip tip top. En ze, ik vind dat een, is gewoon een jazznummer. Dus dat was onze eerste kennismaking. Ja. En dan later. Zijn uh, jullie dan meteen met elkaar beginnen babbelen? Of nog niet? Of was dat gewoon zo? Mekaar zien en denken: oké, okay, we hebben elkaar gezien. En nu... Dan was er een schoolfeest. Uh, en, en daar. Was er een, een Frank Sappa-achtige groep onder leiding van Hugo Mathijssen? En daar was ik wel diep van onder de indruk. Dus ik dacht: maar die gast, dat is wel iets speciaals. En dan uiteindelijk kwamen wij dan samen terecht op de universiteit. Eerst de, de UFCA en dan de UWA in Antwerpen. En daar was er een soort UNIF-balorkest. Waar een Hugo Mathijssen, die mij dan van vroeger kinderen op school zei: van, Ja, we zoeken nog een drummer. Mm -hmm. En dat was dan dus de Jan Leijers, die, die zat al een jaar hoger. Um, de, nu zat is dat ook al wat, wat, wat hoger. Ik zat in het eerste jaar en dan zijn we dus dat dat, dat geworden eigenlijk. Hè. Ja. Dat heette de Berry Berry heette dan. Ja. Ik, heb dat, ik heb dat nog wel gevonden ja, inderdaad. Dus, uh, zijn daar, hebben jullie ooit iets opgenomen of zo of zijn, oh nee, oh nee. Zijn daar, bestaat daar nog iets van? Nee, oh nee, want... Niks van beelden? Want dat waren, dat waren ja, covers. covers. Ja. Zo, fundamenteel, al konden we het heel goed spelen, David Bowie kon Let's Dance nog altijd beter spelen dan wij, nog altijd wel, <laughs> toch, toch wel. En Oliver's Army, de versie van Elvis Costello, is heimelijk nog beter. Ja. Toch? Ja, toch, toch. Staat niet op. We waren heel goed, maar Nick maar Jagger kan dat toch nog beter zingen. Ja. Dat is altijd zo. Je komt altijd weten. Ja, als ja, je dat speelt. Is, dat is wel ja. zo. Ja. Dat is iets dat jij ook altijd dit gaat, hè, Andries, met covers? Ja, ik blijf dat, dat, dat. Ik bedoel dat niet slecht. Maar dat is een tijd dat je geen nummer van jezelf hebt kunnen spelen. Ja. Dat ben je dat altijd bezien. Terwijl Agnes. als ik naar een band kijk en die coveren iets dat ik cool vind, vind ik dat ook wel eens tof of zo. Ik, ik, ik heb het er nooit moeilijk mee. Ja, nee. Ik vond dat altijd... Ik kan genieten bij, bij een andere band, maar voor mezelf dacht ik altijd van... Ja, nee. Mm -hmm. dat, op die vijf minuten had dat iets van ons kunnen geweest zijn. Mag ik ja. u daar even in tegenspreken? <lacht> <lacht> Zeker. <lacht> nee, maar nu, nu is bijvoorbeeld... Met, met mijn groepje en de ideale mannen... Ik ben eigenlijk... De enige song, songwriter van geboorte... Ik ben meer een songwriter dan een zanger. Uh, van de band. En, en dat vind ik een beetje verarmend. Hè? En dan zou je kunnen zeggen... Ja, maar wacht. Dat is niet erg. Allee, voor teksten, dat, dat doe ik zelf. Dat doe ik ten alle tijde zelf. Omdat ik moet ze ook zingen. En je moet het geloven. Het moet bij mij passen. Maar bij de muziek denk ik... Ja, als je dan met iemand samenwerkt... Dan misschien wel met de allerstrafste van de wereld. En... En zo kom het bij covers. En dus bijvoorbeeld, ik vind het wel eens interessant. Ik heb al eens een nummer van Prince, Starfish and Coffee, uh, gecoverd, mm. zeester met koffie. En dat is wel een ongelijke strijd natuurlijk, ik tegen Prince. <laughs> dat, dat is een ongelijke strijd. <laughs> en, en dat is. En als je daar dan niet ziet van, van ja, dat is een heel ander nummer geworden. Allee, het, is, het is niet dat je, dat je zegt: oh, ja, maar. Uh, oei, er is nu een Prince nummer 2. Helemaal niet. Dat ziet helemaal anders Of ik. Of ik zoek het ook wel eens echt heel ver. Ik heb wel eens uh, Pour que tu mon corps", Dat is een van de meest campy en moeilijke, um, overdreven uh, songs van, van, van Céline Dion, die nog nooit een liedje heeft geschreven. Dat is van Jean-Jacques Goldman. Mm -hmm. uh, en ik dacht, als ik daar een versie van maak, tot je weer van me houdt, dat je gelooft dat ik dat ben, en, en dat dat ook volledig overeenkomt met mijn hart en ziel, dan... Ik vergeet, als ik die dan speel, dat dat eigenlijk, dat dat eigenlijk bekend geworden is in de versie van Céline Dion. En niemand, niemand die ook maar denkt van... Zeg, dan Bart, dat is eigenlijk wel dat Vlaamse antwoord op Céline Dion. Hè. Dat, dat is totaal niet. Dus, dus ik, ik, durf het, ik, ik durf het soms wel interessant vinden. Niet altijd, maar zo twee keer per plaats mag het wel eens gebeuren. Ja, maar ik denk wel... Dat dat meer een bewerking is. Het soort covers waar we het over hebben, was eigenlijk het bijna. Kopieconform. Ja, ja. dat was het eigenlijk. Want ja. dit ja. Is, dat is helemaal iets anders, maar dat vereist ook een zekere inventiv inventiviteit en creativiteit. Hè. Ja, uh, ja het is, het is, een cover is moeilijker dan een eigen nummer. bij <laughs> een eigen <laughs> nummer heb je de variabelen allemaal gewoon zelf in de hand. Dat is anders. Ja. Zeg die een berry-berry, want dat is eigenlijk, als je dat puur statistisch ja. ziet, is dat heel zot, hè? Dat, is, dat wordt zo gezien als een soort ja, jeugdbandje, een toevalligheid, maar er zitten drie zeer invloedrijke mensen in op dat moment van de belpop. Ja. Als je dan nu over terugdenkt, was dat fijn of was dat één groot ego-ding van mensen die allemaal hun eigen ei kwijt wilden? Um, ik had een hele goede truc. Namelijk, ik, wist, ik wist wat dat mijn rol was, namelijk eigenlijk Ringo Starr. En eigenlijk, maar dat, dat is een geheim, eigenlijk waren we Jongens. Die, ik was 17 als ik bij die band kwam, zij waren 19, weet ik veel. Die ervan droomden om de Beatles te zijn. Berg op die droom. Dat, dat lukt nooit, dat lukt natuurlijk nooit. En dus op repetities. Speelden. Dat was zo ons grootste plezier. Dat was zo, hey, zullen we nu eens de bijkant doen van Abbey Road? Gewoon alles. Wow, in, in één gulp. We hebben denk ik één een keer eens een themaavond gedaan. En dan het hele repertoire van de Beatles, van begin tot einde helemaal gespeeld. En dat konden wij het allerbeste. Alleen was er de grote Hugo Matthijs die zei, dat kun je niet maken. De Beatles, dat kunnen niet maken. Dat is afzaap. Dat is verschrikkelijk. Dus wat we echt konden, de Beatles naspelen, dat hebben we, nooit, dat hebben we in het openbaar één keer gedaan. Um, in de zoete inval in Calumthout op een Beatles <laughs> maar, maar verder, Maar verder nooit. Want het ja. gebeurde wel eens op, op een optreden in Holland: iedereen was zat en De Jan zit ineens een beatles nummer in. Mm -hmm. De Nugo zette gewoon zijn gitaar weg en die, die liep weg. Hè. Die een van: dat hadden we niet afgesproken. Dus, <laughs> maar met die ego-dingen, ik, ik, was, ik was dus natuurlijk per definitie de Ringo Star van de, van de bende. Uh, mensen die, die Get Back hebben gezien, die weten dat ja. Ringo Starr is de verzoenende factor is. En die. die met zelden een eigen mening. Dus ik had eigenlijk ja. binnen Beriberi eigenlijk geen eigen mening. Het ergste dat er ooit gebeurd is, en, en dat, is, dat zijn wij ten voeten uit, dat is, op een bepaald moment deden wij benefits. Dat hebben we tot jaren geleden gedaan voor een school waar dat dak was van afgeblazen en onze kinderen zaten er, alleen, weet ik veel, wat, mm -hmm. stormwind. En dat was bijzonder succesvol. En repeteren, dat kon bijna niet. Want dat waren altijd discussies. Bijvoorbeeld op een avond werd er dan gezegd: ja, Wacht even, Bruce Springsteen. Als je nu in deze tijd, dat was tien jaar geleden of zo, covers doet, dan is het ook verstandig van Bruce Springsteen. Oké, okay, een hele avond lang hebben wij alles. Born to Run, um, uh, I'm on Fire, um, Radio Nowhere, je, je, je kunt het niet, niet verzien. Alles gespeeld. Hè? Dus dan hadden we zoiets van: Ja, oké. Okay. Ik zou dan denken, hier kunnen we wel een nummer of vier van overhouden in de playlist. En dan zegt de ja maar wacht, Bruce Springsteen, dat kan niet dat wel spelen. Hè? Want deze nummers, dat is heel erg. Dat zijn eigenlijk concentratiekampen. Dat zijn eigenlijk concentratiekampen. En dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld I'm on fire, dat is het Treblinka van Bruce Springsteen. Het totaal overdrevene Born to Run. Dat is het Buchenwald van Bruce Springs. Dus dat is het allerergste. Waarom dat de Marker of Wacht even, Hugo. Uh, nu onderschatten Breendonk. Want uiteindelijk, want uiteindelijk waren dat Vlaamse Nazi's. Die, die, dat waren de, de Beulen. Dus, dus, dus dat werd een soort Die discussie die uren geduurd. Gevolg: we hebben geen enkel nummer van Bruce Springs ingespeeld. En ik denk: maar waarom hebben we die dan doorgespeeld? Dus, ja. En dat, dat, daar was iets van. Uh, ik, ik, ik was de domme drummer, maar die anderen waren grote geesten. Maar wen grote geesten meets, meet, dat durft wel eens echt heel mislopen. Ja. Vooral op filosofisch vlak, op, op napraatvlak in het café. Verschrikkelijk. Ja, en vooral, dan, dan, dan gaat dat ook zo ver van de pot gerukt, wordt dat ook op den duur. Hè? Dat je, als je letterlijk songs met concentratiekampen gaat vergelijken, ja, dan sta je wel een paar ons. stappen verder. Dat is ja. typisch voor ons. En, en, dan, <laughs> en dan er elkaar nog over nabellen: van, wacht even, eens, ja. Ja. Wat, wat was dan Auschwitz? Ja, die zijn, uh... <laughs> maar wat was dan het Auschwitz van Blue Springsteen? Wat was dat dan? <laughs> zijn er zijn genoeg concentratiekampen om de leakers van Blue Springsteen met te vergelijken. Uh, Vooral de duidelijkheid: ik heb niks tegen Blue Springsteen. Hè. Nee. Maar ik kon dat ook. Zelfs dat heb ik niet kunnen zeggen, want nee. ik was maar de domme drummer. Nee. Dat is wel handig. De domme drummer is soms. Ja, je zag dat inderdaad, hoe keihard ben die een getback? Wat, wat daar wel zo mooi aan was, was dat je echt aan het kijken hè, want ik vond dat ook, laten we eerlijk zijn, dat is redelijk langdradig ook bij momenten. Hè? Je zit echt te kijken naar een live opgenomen ja. repetitie. En je weet al, het beste is er al uitgehaald. Want het was al belachelijk veel footage en dan krijg je dat. En dan zie je de gasten die ja, zo dingen doen, zoals, we zijn even niet geïnspireerd. Dus dan gaan we een cover beginnen spelen of we gaan allemaal een nozel beginnen doen. En wat ik wel een magisch moment vond in die, die documentaire, is dat Paul McCartney op een bepaald moment zegt... All right, enough of this. I'm sick of this. En dan de andere. What are you talking about, uh, Paul? En dan zo. En die begint. Je pakt zijn gitaar en die begint te spelen. En die begint zo. <tied> en je ziet Get Back ontstaan op dat moment. Hè? En dat vond ik wel een heel graaf moment. Maar... Dat je denkt, dat mag het bijna allemaal waard wat ik ervoor gezien heb. Akkoord. Ik, ik heb ook mee. Argus ogen en met heel veel... Ik was een betoverd konijn, hè. Als, als, als ik keek naar, naar Get Back. Maar wat dat mij wel opviel, is... Die Paul McCartney begint... Die hersenen beginnen Get Back op te bouwen. Maar die andere mannen... Die hebben totaal niet in doog Dat er een wonder aan het ontstaan is. <laughs> Tot, maar dus... Totaal niet. Integendeel. Ja, ja. Bijvoorbeeld... Allez, die Ringo Starr, die heeft... In alle versies, behalve de laatste versie, speelt hij. Doek, chik book, Jojo was a man. Oh, doek chik doek doek. Nee. Tak, 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 Dat is de crew van Get Back. Ja. Maar dat hebben ze pas op den allerlaatste moment. Wat ik ook inderdaad die rock en roll covers. En slecht, jongen. Slecht. Ja. slecht ja. Slechte covers van, van, Dick, van, 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 van Chuck Berry en zo. Ja, en dat ook, was echt, er zitten dingen bij dat ik denk: wat zitten er hier allemaal aan het doen man? de ja. dagen, ja. dagen, dat die mannen hun lekens alleen maar. Ah, Dig a Pony. Hmm. Ik vraag altijd aan al mijn uh, native speaker vrienden. Tussen I dig a pony. Is dat een staande uitspraak? <laughs> Weet je, hè? I dig a pony. Ja, ja ik, ik vind een pony wel cool. Of zo. Ja, maar... be... Nee, tuurlijk niet. Maar nee. I am the walrus. Cook, kook, we, we kunnen wel ja, maar, wat maar, verder gaan maar, maar, mee. Daar kun je, maar er kunnen nog iets iets over zeggen, Allee, ja. dat, dat is kunnen zeggen van, ja, ik voel me een walrus of, of, of de walrus betekent iets anders Allee, in ja. dit geval de dooie, want Paul ja. die zou dood geweest zijn maar dus, I dig a pony, ik heb zoiets van ik wil weten wat dat die staande uitdrukking betekent, zo van, ik vind ik vind alles tof, het is nooit een pony, Allee, bij wijze van spreken ja. nee, ik, 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 word, ik word al blij van, van een blad papier Allee. stel dat dat, de staande uitdrukking in het Engels daarvoor is, maar dat blijkt niet zo te zijn Mm. Dat ik denk, songwriting, dat is iets heel raar, hè mm. Dat is iets heel raars. Maar soms is, is... Dat merk je er ook bij... Jij je, je, je hebt zelf ook songs geschreven. Wij hebben dat ook gedaan. Als je lyrics schrijft, soms begint je iets te zingen, dat bekt vlot ja. en dat gaat er niet meer uit. Hè? Nee, nee, nee. nee en je weet, ja, deze is het. Nu moet ik de rest aanpassen ja. aan wat dit eigenlijk wil zeggen. Ja. Maar, maar dat zinnetje is waar je het, waar, waar het allemaal aan ophangt. Dat is ja, heel dus misschien zingt hij en je denkt: I dig a pony, what the fuck betekent dat? Maar hé, dat zit, dat klinkt, dat ja. is het. Dat is gelijk het, het schoonste liedje van The Killers: hè? Mm -hmm. Are we human? Or are Or we dancing? En ja. oh, I'm the, 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 so vital, I'm, and I'm waiting for an answer. En die net dat ook toegegeven, die gest, want, ja dat, Zo heb ik dat gemaakt. En ik ben nooit meer op iets goed gekomen. Maar zijn we menselijk? Of zijn we dansers? Ja. Volgens mij sluit het een het ander niet uit. <laughs> dus dat is je raarste bullshit. Dat is je ruimste bullshit. Ja, en toch is zo'n zin ook weer iets, omdat dat zo raar is, ja. dat je daar toch weer een, een, een ding aan gaat koppelen van. Ja, zit er maar een mens die je door het leven gaat of ze er iemand die je meer doet of zo. je kunt u daar iets bij voorstellen terwijl ook je zou al op zijn minst zeggen are we human or are we dancers? Want ja. we zijn meer meer hè. Ja, ja. We zijn niet alle, dus er klopt ja, maar, 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 eigenlijk niks maar dan ruimt het niet op answer. dat is Man, dat dan moet dus answers. Het. <laughs> dat kon ook een is achter. Ik wil niet veel zeggen killers. <laughs> De <laughs> Killer. Ze so maar. The de Killer of the Killers. What killer is dat? We, heeft ook bestaan. Hè? Killer ja, was, was een van de eerste Belgische heavy metal groepen. Ja, just, Met Shorty ja, en JL. Ja, ja, ik heb dat nog nee. geweten. Ja. In The Mothers of Track. Ja. Maar dat was in een tijd, jongens. Die eerste heavy metal groepen in België. Dan ging je wat kijken. Ja. En het was de bedoeling dat je er bang van was. En ja. je daar ook een beetje bang van. Ja. Dat, was echt, dat was echt wel gebeurd. Ambush. Heb je dat nog geweten in Antwerpen? Nee, dat heb ik niet geweten. Nee. Oh, een drummer die die de Double Bear. Ja. En, en die had zijn naam niet gestolen. <laughs> Wat ik altijd goed vind, als je dat dan nu terug opzet, ja. dan valt dat naar huidige normen altijd wel mee. Ja, dat is gewoon harde rock. Hè. Ja. Dat is hard rock. Hè. Ja. Maar o, ja, in muziekje... die tijd was dat ja. hè? Tuurlijk. Maar het heeft er ook met te maken dat, dat hard rock of heavy metal... Vroeger was er geen enkele studio in staat tot dat soort compressie of, of, of dat soort... Ja, om, om dat echt goed op te nemen. De, de, mm. En tezij dat je, dat je met geniale muzikanten. Ik bijvoorbeeld in mijn jeugd, in dezelfde periode dat ik. Ik mocht s'nachts, dat was wel fantastisch, ik mocht van mijn ouders in de living slapen. Want in hun huis was er maar één muziekbron, hè, de pick-up. Mm -hmm. En we hadden een koptelefoon. Ja. En ik mocht dus op de zetel slapen, met heel de nacht de dubbele witte. Want voor mij waren de Beatles de makers van de dubbele witte. Van ja. die andere platen die wist ik niet zojuist als kind. Hè, als kind. Ja. Maar ik vond het ongelooflijk. En dan heb ik zo'n periode gehad dat ik dag en nacht luisterde naar Made in Japan, van ah, Deep ja. Purple. Ja. Ik, ik ken dat van buiten. Ik weet ook wanneer het een lichtpaal omvalt. Ja. En dat je dat in de, in de verte, want dat, dat is een live opname hè, in Japan, uh, ja... Ik, ik, ik ken ook nog The Mule, die een drumsolo, ik kan die nog helemaal spelen. Ja. Maar, maar dat, is, dat is een beetje... Dat, dat is een beetje autistisch bijna, hè? Mm. In die tijd dan mis ik wel dat je, zo, dat je zo blijft luisteren en luisteren naar een plaat. Allee, mm. Dat was vroeger. Hoe, hoe waren uw ouders dan? Want dat is, dat is eigenlijk een hele schone zin. Ik mocht van mijn, van mijn ouders in de living slapen om muziek te luisteren. Maar dat zegt heel veel over uw ouders. Ja, ja. Ik, ik, je komt ook uit een waanzinnig artistiek nest. Hè? Als je ziet wie dat er allemaal familie van u is. En, 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 dat, en wat uw vader deed wat uw mama ja. deed. Maar, de, ja, um... Hoe zag je dat eruit bij Bart Peters thuis als hij jonger was? Ik, het, het, het ergste is dat ik moet toegeven... Ik had een gelukkige jeugd. Dat is al niet cool. Hè? Dat is al, niet cool. dat is al geen als... recept voor een groot artiest. Nee, zeker niet. Uh, mijn, erover, va mijn, erover, mijn vader die was oorspronkelijk acteur. Uh -huh. En die is ook... Je had vroeger ook nog een Ancien Belgique in Antwerpen. Ja. En dat was een Dat Daar denk ik nog geweest zelfs. Allee. Als dat een discotheek was. Ah ja, oké. Okay. Want ervoor was dat inderdaad Oud-België en ja, zo. Ja, dat ja, erover, ja. Maar, maar die Ancien Belgique, ik heb dat nog wel als discotheek. Dus voordat dat ja. de America Today geworden ja. is, hè, wat dat nu vandaag is, by the way. Ja. Mijn vader stond op het punt om een artiest te worden. En dat was, een onge dat was een... Ik denk een Engelsman of een Amerikaan. En die had een act en die bestond eruit, je hebt een ladder, maar normaal een ladder, dat zijn twee ladders en die zitten in een hoek tegen elkaar. Die had maar één ladder. En die gast die kwam op en die ging op die eerste, op, op, op die eerste trap van die ladder staan, dat viel, dat was allemaal heel spannend. En dan op de duur stond hem bovenop die ladder, zelfs op de alleroogste treden van die ladder stond hem zichzelf in evenwicht te houden, kon hem beginnen wandelen met die ladder enzovoort enzovoort. En daar wouden ze een duo act van maken. En dat was... Ons vader, Marcel Peters, dat ging deze levensdoel worden. Wat dat hem altijd verteld, en dat vond ik wel echt heel grappig, dan was die ook aan het uitleg geven, het orkest aan het brieven, van ja, daar moet een touche komen, daar moet er iets grappigs komen, daar moet er spanning komen, enzovoort. En dan ging hij zitten. Die ging gewoon bovenop zijn ladder zitten. Die hield zich in evenwicht op die ladder. Dat je dacht van, hoe kan dat nu? Hoe kan nu iemand op twee stokken met wat stukken tussen zo in evenwicht blijven? Dus voor die mensen was dat niks. En mijn vader kon dat dus ondertussen ook. En die zouden dan daarmee... ...de Wereld ronddoren. Totdat hem verliefd wordt op onze moeder, uh, <laughs> Suzie van Boekel uit Lier, <laughs> de dochter ja. van de commissaire van Lier, van Stafke van Boekel. En, en die zegt ja, over ons lijk: een artiest, ook een heel schone naam had ze ervoor in Lier. Artiesten, dat zijn ballerina wassers. Maar dat, dat zegt ook wel iets. Dus van, als het dan een ballerina moest gewassen worden achter de schermen, dan deden die artiesten dat wel. En dat was het begin van, van andere gesprekken. en einde. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, dus die, die, mocht, ah! die mocht. Ballerina wassers. Ja, dat heb je raar, Nog he? nooit gehoord. Ja, ja, dat, ja, dat deed hij zo. Hij speelde ook toneel met Julian Schoonhuis, de, de mm -hmm. vader van de Matthias. Mm -hmm. uh, maar dus op een bepaald moment, als die wilde trouwen en kinderen beginnen, dan was het voor de schoonfamilie uitgesloten dat dat gebeurde. En dan is ons vader met een soort amateurgezelschap. Um, dat was de NIR, dat was het begin van de televisie, maar dat kunnen je niet geloven. Wat voor een club. Klojo's, was dat, dat, was dat was onvoorstelbaar. En daar is die uh, opnameleider geworden, want hij ja. kon heel goed. In die tijd werd op tv live uitgezonden. Um, uh, 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 het leven van Sigmund Freud. Gespeeld door Julian Koenruijs. Dat, dat was volksverheffend misschien, want ik denk dat veel mensen toch heel veel gegeeuwd hebben. in de in die jaren 50 en 60 voor hun tv. En spijtig genoeg was mijn vader een hartleider. en hij had zo'n zwaar hartinfarct op zijn, op zijn 50ste. dat ik en mijn vader, we hebben nooit samengewerkt. We hebben nooit op de. Want ik ben eigenlijk maar op mijn. Um, ik ben maar twee jaar later begonnen. Op de tv. Ja, mm -hmm. ja dat is wel, dat is wel raar, dat is spijtig eigenlijk. Ja? Ja, ik kan me en... wel voorstellen dat, je, dat dat toch iets is. Zeker als je dat samen gedaan hebt. Hè, als je eigenlijk in datzelfde medium zat. Dat dat mooi was geweest als je toch iets had kunnen maar, gedaan. Maar doen. ik heb dingen met mijn vader. Ik heb zowel met mijn vader als met mijn moeder samengewerkt. Dus als kind. Ja. Mijn vader die had heel raar, maar een straat poppenkasttheater, dus die had dan zo, maar iedereen in Boeghout had altijd van die boerenkleren aan, ik ook, dus ik had zo'n klak, en dan zo'n zo, zo vert, en dan zo'n boeren En maar dat was, dat was geen verkleedpartij, dat was gewoon, zo liepen mensen rond in Boeghout, mm -hmm. het meest hippe, het meest flitsende dat er bestond, was volksdans M meer bestond dus ons vader dan zo, nee, van Boeghout met zo'n stootkar en dan vond men weer dat er een, een brug niet mocht gezet worden, want dat was slecht voor de, 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 de dat was al een klimaatactivist ergens in die jaren zeven, begin jaren zeventig zeker Mm -hmm. en, en dan, ik moest dan uh, met zo'n trommel ervoor lopen, en als ik kom, komt, zien, komt, duurt maar een minuut of tien. Datte. Ja. Dus dat deed ik met mijn vader. En mijn moeder daarentegen, die had een experimentele poppenkast. En okay. dat was in het Schipperkwartier. <tie> <tie> dat was in het Schipperskwartier. Ja, maar dat was wel voor kinderen. Dat was voor kinderen. <tie> nee, nee, maar, nee, maar vertel verder. Experimenteel poppentheater in het Schipperskwartier. Voor ja, kinderen. Ja, nee, maar je, je, je hoort het, is, het is, hier het e eerst. <tie> het, is niet, het is niet wat je denkt. Nee, nee. Maar, nee dus, dus dat was... Dus ik heb wel al van alles in mijn kop, maar vertel maar. Hè. Nee, nee. Dat was voor, voor <tie> kinderen. Dat, dat, dat was in... in de dat, dat deed de Inketinken. En dat was. Onze moeder stond altijd voor de poppenkast een uitleg te doen. En dan die poppen, die deden het, het tegenspel enzovoort. En die kinderen die mochten eigenlijk die voorstelling volledig sturen. Ja. En ik had ook zo'n truc: ik stond eerst met mijn gitaar mee voor die poppenkast. Dan speelde ik met die poppen. Maar ondertussen schminkt ik mijn eigen. En dan kwam ik zelf als een personage. Ja, noem het de Masked Singer eigenlijk. <laughs> uh, kwam ik dan mee? Dat was allemaal heel experimenteel. En ik had vroeger het landjuweel voor poppentheater. En ons vader had dan de gouden medaille gewonnen. Ja. En dat vond hij maar, maar normaal. <laughs> ja. Maar dan de zilveren medaille was voor ons moeder. En dan is ons vader beginnen blijven op dat podium. En dat is, van, dat is de eerste keer dat een gouden medaille niet onder de indruk is, maar wel... Geweldig ontroerd als de zilveren medaille mm -hmm. door zijn eigen vrouw wordt gewonnen, dat, ja. dat weet ik nog ook van die tijd. Ja. Dat, wat was het? dat was echt een, 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 een uitreiking voor het beste poppentheater van het, het land, land? Het landjuweel, het landjuweel voor poppenspel. Okay. Rare tijd, jongens, het begin van de jaren 70, en ze wilden ja. niet weten. Want dat is ook. Je vertelt dat nu net, heb je gezegd van ja, het begin van een tv, dat was een Binde klojo's, dat wilde niet weten. Ja. Jij zit ook heel jong begonnen. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje terugkerend naar mijn, naar mijn allereerste vraag. Ik weet dat dat, dat is een te grote vraag, voor in één zin te beantwoorden. Ja. Maar gij het letterlijk voor een gedeelte Gij bijna aan de wieg van Belgische entertainment. Okay? Er is toch een, een, een ding dat je benazigt. Je hebt natuurlijk niet de jaren 50 en al dat... Oh, kijk, dat Duits komt binnen gewandeld, zo, ja. dat soort... Daar zit het niet, spijtig, maar je hebt wel... Maar je, jammer, jammer. Maar je hebt toch een moment gehad dat je, je... Jij kunt toch echt letterlijk zeggen dat je tv, zoals we het nu kennen, van de grond op bijna zien ontstaan? Hè? Weet je, eigenlijk moet ik zeggen, bepaalde aspecten waren rijker en interessanter dan nu. Dus als ik begon... Um, dat was een, ik zei, je hebt zo gewoon beelden van het Inkettinge Theater en zo. Dat is ons moeder, hè? Dus duidelijk. Oh ja, ja. right, cool. Okay, dat, ja. Okay. Ja. maar dus, ik heb <laughs> nog meegemaakt. Dus ik begin als 22 jarig jongenske um, pop elektron eten dat programma. Ja, dat is een wetenschapsprogramma, was dat de, hè? Een beetje. Ja, de, de één week was dat wetenschappen. Ja. Met videoclips tussen dat je dacht, allee, het bestaan van, van de wereld na de oerknal kan interessant uitgelegd worden als ze maar op tijd onderbroken wordt door een videoclip. Dat, dat was eigenlijk het, het concept van het programma. De videoclips, <laughs> dat was zo... Allee, zo uh, thriller van Michael Jackson. Wauw, dat waren wel strafste ja. videoclips in die tijd. Ja. Um, ik, ik begrijp wel van. Dat was wel het een en het ander. Maar al heel gauw was het om de veertien dagen. Was het populair wetenschappelijk. Dus alles wat dat ontploft, laten zien. <laughs> en dan videoclips. En dan op een ander moment. Um, dus en andere 14 dagen was het pop, popmuziek. Mm -hmm. En ik deed zowel reportages... Denk ik, dat kun je je allemaal niet voorstellen. Dus ik kreeg dan een telefoon. Ja, je moet morgen naar Werchter. Ja, wat moet ik hier doen? Interviews doen. Ik zeg, maar Waarom zeg ik hier al met een Er was geen internet of zo, hè? Er ging Wikipedia of zo. En met wie moet ik dan interviews doen? Ja, met David Byrne van The Talking Heads en met The Cure en met YouTube. Holy en, en shit. Met, fuck. Ik, ik zo, alleen, En met John Cale en met en, 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 en Steve Miller en met en, Ming en, De en, Ville. En dat stopte niet, dat stopte niet. En ja, ik was wel een muzikantje. Ja. Dus, dus wat ik deed, is, ik zorgde dat ik eerst dat concert gezien had. Of Jackson Brown. Mm. En dan kon ik wel als muzikant met zo'n Jackson Brown spreken. Ik zei, gast, ik heb platen van u vroeger gehoord. En nu waren de eigenlijk rocking en die raskunkel, die drummer had er mee te maken enzovoort. En je kreeg dan vaak nogal specifieke muzikantengesprekken. Maar soms ook niet. Want gelijk John Cale, hoe begint je daaraan? Uh, en ik, ik was, was een snothapen, ik was 22 jaar. Dus dan zei ik, zou het kunnen... Dat je, dat je geheim is dat je eigenlijk gewoon kieken zot hè? En, en dan... Ofwel worden dan <laughs> weggestuurd, dat is ook interessant. <laughs> maar in John Kilde zei. Weet het dat. Allee, dan moet ik naar België komen, dat er eindelijk is iemand. <laughs> <laughs> Someone <laughs> figured it out. <laughs> mijn claim to fame ja. uh, door heeft Allee, ja. Um, nog veel straffer is: naar studio 3, naar studio 3 van de VRT, kwamen gewoon in een tijd Tina Turner, de Smiths. De. Joy Division, nu, nu juist niet maar New Order wel. Ja. Allee, dat, dat je denkt, maar. Duran ja, Duran, die, die komen gewoon naar Studio 3. Van... Tina Turner is zelfs twee keren gekomen. En ik dacht op den duur van. Dat zal wel zijn, dan ik heb een goede interview. <laughs> <laughs> maar dan die Roger Davis, die toen. Dat, dat was toen de grootste wereldster. Tina Turner was ook al boven de 40 en zo. Die zei dan tegen de producer van, van, van dat programma: Nee, de enige reden dat we dat doen is. Succes, you always owe it to the kids. Het is altijd als kinderen, als teenagers u platen kopen. Mm -hmm. Ook die natuurlijk, in de tijd van Private Dancer was dat. Die was al boven de 40. Je hebt het altijd te denken aan de kinderen. Mm. En. That's why we like Tina to talk with kids. Dus die dookte dat ik 16 jaar was. <laughs> <laughs> maar ik was 22. Word jij daar 22 als je die? Dus die van 83? Ze? Van 1983. Daar was ik 22. Ja, ja, damn, jij ziet er wel echt jong uit, ze, man. Ja, ja, ze dachten dat, dat, dat ik. Is, dat is ook wel iets zo nu. Dat is, dat is iets dat je dat je bijna kunt zeggen. Jij hebt een soort uh, agelessness. Hè? Er is iets zo u waar je van voelt. Jij voelt dat misschien zelf uiteraard niet zo aan. Morgens is dat anders. Hè? Nee, dat kan <laughs> ik me wel voorstellen. Uh, ik weet exact wat je bedoelt, maar toch is er zoiets. Goed peter pan nu, wow. hè man. Jij ja, maar... is dat zo iemand waar je van denkt. Die blijft. Een, een hele energieke jonge uitstraling hebben. Ook al zette dat misschien niet meer of voelde dat s ochtends als je opstaat niet. Thuis, thuis ben ik best wel rustig. En ik probeer ook altijd mijn eigen leeftijd te zetten. Maar de eerste mens die mij daarop op onwaarschijnlijke manier heeft attent gemaakt, dat was in een tijd met Sinterklaas. Um, Jan de Kleer had daar iets mee te maken. Ik maar dus als we die opnames deden van dag Sinterklaas en mijn taak was niet alleen. Gesprekken hebben met de Heilige Man, maar ik moest de Heilige Man ook uit zijn nest gaan halen. Soms, mm. dat was soms geen zeven. Ja. Dat, dat was soms werkelijk geen zeven. Dat was soms echt dat de buren zeiden: Het was laat gisteravond, uh, Daar is het trapladder, en de achterdeur stond open, en gaat dan naar zijn slaapkamer en maakt Jan wakker. Dat, hè. <laughs> en dan reek ik die naar de VRT We moeten ons Tim. Ik zeg nee nee we moeten naar de VRT voor dingen hè, van Sinterklaas en zo. En dan hebben we bijvoorbeeld een redelijk beroemde scène dat Sinterklaas in zijn bad zit in zijn blote, met zijn mijter op met daar een over mm. en dat ik dan Sinterklaas aan het wassen ben. Ja mijn rug, ja, jongen ja, die, 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 die. Jan de Kleer heeft nooit geweten dat dat opgenomen is. Die, 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 was daar, die, was daar die was er geestelijk niet bij. Maar goed. Dus ik breng Jan de Kleer naar huis. Dat kan gebeuren. En ik... Om ik, de 19... Uh, ik, ik, ik wil naft... Ik was toen een jaar of 30, 32 of zo. En ik zeg, Jan, excuseer je. Oh, maar ik moet even tanken. En ik kom de noten uit. En ik... Dartel, zal ik maar zeggen. Hey, naar, 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 naar die benzinepomp. En ik kom terug in de notte En die Jan die kijkt zo met ogen van... Ik, ik, moet, ik moet het zeggen alsof dat hem... Kanker had aangetroffen bij mij of zo. <laughs> Bert, er is het, man. Er is het. Je hebt een niet stap. Maar wel. gevaarlijk. Het wordt gevaarlijk. Dus ik was dan 30. <laughs> en, en dus die, die, die zei eigenlijk. Je hebt het stapje van een twaalfjarige. Ja. Dat zei hem eigenlijk. Overigens bij Dag Sinterklaas, dat was ook het concept. Ik, ik zag er wel 30 jaar uit, maar. In mijn eigen gedachten was ik een kind van zeven jaar die dan vroeg, zich Sinterklaas, heb jij ooit al, al lief gehad? En als dan, met medewerking van Jan de Kleer Sinterklaas dan zo streng kijkt, je gaat kapot en je denkt, hoe heb ik deze vraag ooit durven stellen? <laughs> maar, uh. <lacht> <lacht> en <lacht> en dan, dan nog eens zo, Sinterklaas... En die gooit en op de deur kwam het, kwam het dan hè, van ja Donna wel, maar er is een soldaat meer, meer gaan, gaan lopen en dat ja, dat Natuurlijk was dat allemaal geschript door, door de geniale Hugo Matthijssen, maar we lived it Allee, ja. Ook als Sint klaas in een zekere toestand was en zo, dan ging die wel eens naar een grimeuze die ze edigheid hey, al is gedaan en een mannekin man. En, en dat was dat, dat zo. En, en, maar dat was een sfeer van, dat een sfeer van heiligheid. Dat had ja. niks van MeToo zo. Die gewoon nee. dan gezegd hebben, wanneer, nu, ja, graag. Ja. De, die meenden dat ook niet. Die meenden dat ook niet, denk, ja. denk ik. Allee, zeg <laughs> ik. Om de tijdsgeest te snel, <laughs> te snel af te zenden. Oh. <laughs> maar de, de, ja, qua, method, qua method acting, dat, ja. dat kon wel tellen. Ja. Maar, maar hij zei, ja maar pas op, die method acting is ook bij u aan het binnenslijpen bij mij, want als je tankt, zit dan nou ook al een zevenjarig jongenske. Ja. Dus die heeft me erop... Dat was dat eigenlijk waarom dat hem zei, het wordt gevaarlijk. Het wordt gevaarlijk. Ga <laughs> je het niet jonge stap Ga je het niet jonge stap Het wordt gevaarlijk. <laughs> Maar als je je gehaald met dat bed, zet je dan ook dezelfde. Kun jij kwaad zijn? Ik nee, Op dat moment moet jij kordaat zijn. Je komt dan door de keuken, dus ja. je ziet die En dan, dan probeerden ze van. wat moet ik doen? Ik heb ontbijt bij. Hè? Jan, Jan, ik heb ontbijt bij. Toen moet ik van kotsen. <laughs> Zo, vrede, vrede, uh, alles komt goed. Allee... <laughs> <laughs> ik loop soms ook oh. tegen een muur. Ik loop soms ook tegen een muur, eigenlijk. Oh, wel, dat is wel te goed. Vooral omdat je bij dat ook... Je hebt wel een heel goede Jan de Claire imitatie, by the way. Ja, ik dat ik is wel redelijk spot-on. <laughs> Ja. Ik ken die mensen gewoon Want ik heb, ik heb die meegemaakt uh, kort op, uh, op, op Studio studio Terlink. Je gaat er schrik van, hè? Dat was gewoon een vent die je er zat. En ik herinner me nog, dat is het enige dat ik erover kon vertellen, maar we zaten er allemaal. We hadden een auditie gedaan en we mochten meedoen om de week. En het eerste dat hij zei was. Die is er gewoon, zeggen is het. Uh het niveau was angstongjogend, laag. Nee. En was altijd er allemaal zo. Fucking hell, man. Deze is echt verschrikkelijk. Ja, en je Omdat je dat ook zei, dacht ik... Fuck, dat is Jan de Klerk. Want dat is ook niet niemand, hè. dat is gewoon wel nee. de grote Jan de Klerk. Ja. Dus voor mij was dat toen even zo van: Oh, fuck. Zo, daar moet ik mij tegen verzetten, zo tegen deze. Dus ik ben dan kwaad geworden. En dat helpt dan klaarblijkelijk, want dan had hij achteraf gezegd: Ga je wordt een de... de karakterkie. Ah ja. Ja, dat vond nee, ik, hem dan tof. Nee, ik, ik, ik ja. heb het altijd over mij heen. En onze rolverdeling is gebleven. Allee, als ik mm. Jan De Kleer tegenkom, dan word ik niet eens zeven jaar. Ik, ik, ik <laughs> krijg die knop niet meer afgezet. Dat gaat niet meer. Zegt hem dan nog altijd? Het wordt gevaarlijk, Bert. <laughs> Jan De Kleer kan heel veel zeggen met heel weinig woorden. Ja. Dat is zijn, zijn, fantastische, ja. zijn fantastische kracht. Ik heb ooit eens uh, op de werkvloer, nog niet zo lang geleden, uh, Luc Jansen jij ook een tijd is dat dat elektronprogramma programma jij... ja maar dan niet dat viel tempo. dat Tempo. Ja. tempo. en hij was er u bezig en Luc Janssen is niet altijd de man met veel complimenten maar die heeft al een enorm compliment over u gegeven op zijn Luc Janssens en die zei want dat ging vaak over inderdaad internationale sterren die kwamen ja. en de Luc Janssen dat is wat ik een beetje voorstel is een beetje de coole Luc Janssen maar hij heeft wel toegegeven dat uh, uw energie He, we dat hem soms op momenten. Want jij ja, blijkbaar soms ook decors die moesten veranderen. Ja, ja, ja. Maar die ja. fantastisch verhaal. Die heeft een hele werkvloer echt geënterteind toen. Met uw energie. En hoe dat jij eigenlijk niet eiste, maar wilde dat elk decor anders ging zijn. Maar dat je dat altijd geregeld kreeg. Ah, en dat achteraf ook altijd iedereen vloekte totdat ze het resultaat zagen. Ja, dat ja. dat, maar dat was wel een ode aan jou, op nu. Op zo'n Luc Janssens, Dus dat is. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik was ervoor bekend van de Sisters of Mercy komen, dat zal straks zien, maar Studio 3 komen. Hè. Mm -hmm. Maar dan vroeg ik wel aan, aan die zanger van, wilde jij opgehangen? Nu niet echt opgehangen, we hebben daar trucs voor, maar je, je hangt, er hangt een opgehangen lijk en dat zit jij. En zo zingen dat leken. Ja, is het 7? Of, of zo, Fat Gadget, ik weet niet. Frank Tovey. Ja, ja Frank Tovey. Uh, supergraag. Collapsing ja. New People. Ja. Dus ik belde dan zelf uh, met een vaste lijn naar Engeland. Dan zei ik, ja, kunnen we iets speciaals doen? En dan zegt hij, hoe speciaal mag het zijn? Ja, heel speciaal. En dan kwam erop van, kun je nu een blote komen? En, en kun je dan helemaal, dat was zijn idee, zijn, uh, U dan helemaal insmeren met vaseline. Mm -hmm. En dan laten wij van die goudpoeder uit de, uit de plafond komen. Dan zing guy Collapsing New People. En dus eerst zet een blote, glimmende van de vaseline mens. En op de deur zit de, een gouden mens. Mm. Maar dat zijn clipjes... Dat, dat was echt wel. Alleen, ja. En dat was ook ongelooflijk dat je dat zelf mocht, mocht overleggen. Uh, we hebben ook zo. N... Het raarste dat we, dat we toen ooit gedaan hebben, dat was de Rutto Chili Peppers. Mm -hmm. maar dat kun je je niet voorstellen, maar ooit zijn die onbekend geweest. En ja. het enige dat ik had als referentiepunt, dat was: ze komen uit Hollywood. Dat is, die wonen in mm -hmm. Hollywood. Hè. En dat was ook weer die blote lijven En dan die sok. <laughs> een, een sok, ja. een, een sok rond, rond hun. hun, hun, hun Geslacht. Eh, en dan dachten we van. Ik voelde hun zoeken, naar een ja, woord. Wel... Ik dacht, wacht wat gaat er komt. Uh, um, Snikkel? Snikkel. Ja. Charle Wieter? Ja, had, eh, <coughs> ik weet het niet. Snikkel vind ik oké. Okay. Snikkel en... is goed, hè? Snikkel is goed. Snikkel. Snikkel is eigenlijk wel oké. Okay. Klinkt een beetje vuil Hollands wel, zo. Dan... Eh, Snikkel. En dan kwamen ze eraan en dan, oh, natuurlijk onze, onze ongelooflijke ontgoocheling. Die had toch wel een broek aan, zeker. Mm. Dus puttenbroeken wel. <laughs> en dus dat was het ook. De, de, wel voor de rest bloot, maar. maar dus wel korte broeken. En dan wou ik, ik. Ik had graag dat die zouden optreden op een stort. En dus in studio 3 ook weer hadden we een stort gebouwd. En dan op, op totaal onbegrijpelijke manier was er een drumstel. in van ons gebouwd en zo. Dat, dat waren dan gehuurde instrumenten. En dat was nog uh, Fight Like a Brave, Don't Be a Slave. Echt, ja, echt een is, van hun ja, allereerste nummers in de Heel cool deed. nummer ook. Ja. En dan kwamen die heel vriendelijk aan mij vragen: mm. um, Is er iets. Is er something we can break down? K kunnen wij hier iets kapotmaken? Ja. En dan wat bedoelde juist? Ja, bijvoorbeeld de, de drum, uh, uh, of, of de bassist, of de bas of zo. En dat was de Jogge Kerkhoffs, organisator van Marktrock, de vader van Kat Kerkhoffs, ondertussen overleden. Dat was de, de instrumentenverhuurder aan de VRT. Ik zeg, talk to the Jogge. Ja. En dan ging hij naartoe en dan zeg ik, ja, zou wij eventueel dit drumstel, die gitaar en die uh, bas hè, kunnen vergoeden? En als, dan, als we zeker zijn dat het de final take is van de clip, dan slagen we dat allemaal kapot. Ik ja. had alleen in een tijd in de VRT, dat was zo, um, als er iets werd opgenomen in Studio 3, de zogenaamde, um, ja, wat moet ik zeggen, de hogere verdiepingen, dus de, de, de lighting van de vrt die, Kaskoos. ja. Oei, daar nou zijn die mannen, wat is, die zijn stu, studio 3 aan het afbreken. Dus dan kwam <laughs> er security, maar dat was natuurlijk allemaal afgesproken. Ja. En dat was dan weer toevallig een, een ploeg van Bram van Splunteren van de VPRO, mm -hmm. die toen de breaking uh, documentaire maakte over de Retto Chili Peppers ja. en dan leek het, zo de Belgian incident, hè, dat hij dus een studio had afgebroken in België, maar dat was op een zo chique manier allemaal heel goed met ons overlegd, dat, dat was ja. eigenlijk heel schoon. Kun je zo... dat nog zien ergens eigenlijk? Um, naar schijnt, de, wacht hè, de Jesus and Mary chain is er een heel goed voorbeeld van, dat kun je nog vinden op het internet, omdat die ook zelf ergens we hebben gesproken over de Brussels incident. Je weet dat uh, Bobby Gillespie, Bobby mm -hmm. O, die nu de zanger is van Primal Scream, ja. dat was in een tijd de drummer van de Jesus and Mary chain, die zaten er en die hadden het zo slim gevonden van dat dus die twee broers, Rayt, Jim mm -hmm. Rayt en die andere, die, die klapten en die hadden alleen maar vettige klappen over en die vonden alles slecht en, en to run, to run en Joy Division, allemaal afzuipen en, en zij waren de enige mm -hmm. goeie, je gekend dat... Um, en dan hadden ze een drummer, en die was ondertussen gewoon aan het seksen. Met een ingehuurde... Ik weet niet met wie juist. Alleen, dat besefte ik wel goed. Om hier een goed gesprek te hebben, moet ik doen dat ik niet zie dat die drummer eerst tongen aan het draaien is, maar dan ondertussen dat meisje begint te vingeren. Mm -hmm. en, en, en nog verder enzovoort. En dan, zo, dan voelde ze de spanning in die studio van nemen we dat in beeld? Of nemen we dat nogal in beeld? Mm. En, en dat... Dat bestaan nog ergens, die beelden. Omdat ze ja. die zelf uh, uiteindelijk op, op een dvd hebben gezet. Ja. ja. Maar, maar dat was wel grappig, hoe, hoe dat mensen... Dan kon ik dat zo zien, hoe dat sterren um, hun eigen imago bewaken. En, en daar desnoods al iets voor doen. Zo, mengde mm -hmm. veel zo, ik weet niet, een toffe videoclip maken en zo. En dan zo, ja, uh, uh, Willy, we, we mm -hmm. moeten nog een, een interview doen. Ik ga nu het beste geven wat ik in mij heb. En ineens, jongen, lag die er... ...totaal stoned en dronken op de vloer... ...wat dat niet was, hè. Allee, ja. Die had juist, juist heel <laughs> de studio... ...begin <bijeen> gedanst <laughs> in een videoclip. Maar dat was een fantastisch interview, natuurlijk. Allee, geweldige act. Ja. Zijn, zijn er mensen waar dat jij zelf eigenlijk ooit door... ...Starstruck, zeg geweest in die ja, tijd? Ja. ja. Uh, zonder meer David Byrne. Ja. Van de Talking Heads. De, die gekken nog nu nog altijd. Oh, ja. die, die American Utopia. Dat is utopisch, fantastisch, hè. Ja, dat is onwaarschijnlijk, hè. Maar Anneke en ik... Ja. Mijn vrouw en ik, wij gingen ook altijd naar die concerten van de Talking Heads. Echt sta ook de Tom Tom Club, alles. Al mm. die Remaining Light. Um, Stop Making Sense. Allee, ja. Zo ongelooflijk. En ik heb twee keer een interview mogen doen met hem. Eén keer ter hoogte van dat de man met, met die geweldige funkers aan het spelen was. Dat dus, dat dus de Talking Heads... Er stond toch een man of twaalf te, te groven, jongen, te groven. Ja. En dan sprak ik met hem, dat was op Werchter. Ik zei... Oh, en, en wat heb hij nu overdag gedaan? Ja, in een bus gezeten. want die, die, ach, 800 kilometer van Lyon. In, in, in een kutbus gezeten. Hmm. En, en dan hopen dat je geen kapotte rug hebt. En dat dan doen. En wat doe je? morgen ja, weer in die kutbus naar München. Allee. En dan heb ik hem ook nog eens in een Brussels hotel mogen interviewen. Dat was uh, ter hoogte van Speaking in Tongues. Ja. En dan... Dat is de enige keer dat ik dat ooit heb meegemaakt. Normaal gezien, als het klaar is, het interview, dan verdwijnt de artiest met zijn manager. Maar Dave, bij David Byrne was dat niet zo. Die is zo... Vind je dat raar, dat we nog even een kop koffie drinken? En ik, dus ik blijf alleen achter in dat metropoolhotel. Uh, 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 metropool in, in en we ja. beginnen koffie te drinken. En die stelde vragen. Die zei, is het waar dat in deze contraille nog op verregaande wijze aan Maria-mystiek wordt gedaan? Ik zeg, ja, nu bedoel jij zo Hadewig en zo. Ik, zeg, ik heb dat gestudeerd op de Germaanse. Mm. Maar ik denk dat je dat met je Amerikaanse brains toch een beetje overdrijft. Maar het gebeurt nog. Ik zeg, ja, de moedermacht Maria, die leeft hier nog. En dan, dat, dat vond hij, als, als New Yorker, dat vond hij ongelooflijk. En dan zo op den duur, begint hij elkaar te kennen. En we vragen dan, zeg, in New York, um, waar woonde jij? Ja, hij zei, in Wooster Street. Ik zeg, allee, dat is wel straf. Ik heb juist op de, op de, op de Germaanse, in de nieuwe ja, heb ik een workshop gekregen van Spalding Gray, een ongelooflijke acteur van de Wooster Group, van de Wooster Company. Ja. Dus dat is een, een theatergroep en die, die, die wonen in uw straat. Kende je dan Spalding Gray niet? Ik Heb er les van gehad? Je dus ziet, excuseer, maar straten in Amerika die hebben zo duizenden huisnummers. <lacht> <lacht> dus dus, dus dat, is, dat is niet gelijk de diepe straat in Hoven, of zo, dat is iets nee. anders. Een beetje later komt de, de film True Stories uit. Wie speelt er de hoofdrol in? Spalding Gray. Ja. Dus die dacht: een zot uit Bulgarije heeft iets gezegd over een andere zot in mijn straat, in Wooster Street. En die hebben el elkaar dan toch gevonden. Maar dat gebeurt bijna nooit dat je na een interview nog, nog blijft doorklappen of zo. Ja. Dat is ook de enige mensen waar ik ooit een handtekening aan gevraagd heb. Ik heb zo platen van de Talking Heads gehandtekend door David Byrne. Ja. Dat is wel cool. Die moeten zeker bijhouden. Ze gaan een grote platencollectie, ze gaan een verzamelaar van muziek. Ja, maar ik heb op een bepaald moment waren er mensen die meer collectioneerden en ik kreeg soms ter info platen. Dus ik heb mm -hmm. alleen de platen bijgehouden, vinyl hè, ja. waar dat ik echt denk van. een... Songs in the Key of Life zal ik ook nog wel op, op vinyl hebben, bijvoorbeeld. Ja. Die van de Talking Heads echt ook wel. Een paar, een paar Bowie's ook, ja. ja. Mm -hmm. Heb je die nooit ontmoet, David Bowie? Ja, maar, 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 dat geloofde niet. Maar spijtig genoeg niet als interviewer, want okay. dat da, da, kon niet. Die, die was top of the bill op Werchter. En ik ging kijken naar. Ik, ik, ik was dat jaar, want dat was eigenlijk al in de jaren negentig, ik, ik was dat jaar er niet als interviewer. En ik ging kijken naar Radiohead. Want mm. ik was wel een heel grote fan van Radiohead. Die speelde op een klein zijpodium. Bowie speelde echt veel, veel later. En ineens, ik was gewoon, kijk, zie ik dat David Bowie naast mij staat. Je verschiet je waar dood in die front stage. Je verschiet je waar je in. Die, ik, moet, ik moet die mensen privacy gunnen, enzovoort, enzovoort. En dan tussen twee nummers zegt hij ineens: zeg, wijzen. Mijn vrouw, die was al met imam, mm -hmm. huh? imam en, en mijn manager, die geloven echt dat ik gestopt ben met roken. Ik zeg ja. Dus ik, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb dus geen sigaret. Die heeft mij gewoon een sigaret, een afge sigaret afgelast. Afge af afgelast. En gelukkig smoorde ik toen nog. Dus ik heb kunnen een, een, een sigaret geven aan David Bowie. Verder weet ik, allez, heb ik nooit met die mens gesproken. Nee. Ik was gewoon een van de vele mensen. Want dat blijkt ook iets te zijn van popsterren. Ik heb wel eens een interview gedaan met, met Iggy Pop. Mm. En die zei: um, Ja, het is echt heel problematisch. Uh, ik mag van mijn management vier sigaretten per dag smoren. Dus, en en dan zat ik hier, dat management was Allee Deze zou bijvoorbeeld mijn derde... Heb jij toevallig een sigaret bij? Ja, dat was er al een vijfde. Hè? Dus ja. dat is weer één afpitsen. Dus heel veel zangers mogen van hun management niet roken en doen dat niet anders dan sigaretten schooien. En dat is een heel handige manier om ijs te breken. Dat, ja, we hadden ook altijd een regisseuse, Rita Goossens, die had altijd een ongelooflijk katermiddel bij. Dus ik mocht een interview doen met Elvis Costello, die kwam van de vlieger, en die lag op een zetel, en dat was gewoon meer alcohol dan Elvis lag daar. Dat was onwaarschijnlijk. En die moest dan s'avonds, trouwens ter hoogte van de plaat Punch the Clock, een geweldige plaat, die heeft s'avonds een fantastisch optreden gedaan met de Attractions in Brussel, dat was fantastisch. Maar die mens, die, die had een kater, dat geloofde niet. En dus Rita Goossens, zo'n heel rock'n'roll uh, regisseur, die geeft die een wondermiddel. Die gast, dat werkt. Ja. En die was zo blij, dat hij nog een, echt een tof interview heeft gedaan ook. En dat hij ook zijn optreden katerloos heeft kunnen doen. Ja. Dus sigaretten, middelen tegen katers, dat helpt allemaal heel erg. <lacht> in, in... <lacht> Waardoor ook mensen die je hebt ontmoet waar je, waar je door teleurgesteld wordt? of waar je van vond van, ah, dat was eigenlijk een beetje een held, want het is wat jammer of zo, ooit ervaringen gehad ja, die ja, je niet ik, leuk vond? Ja, ik, ik heb een verschrikkelijke ervaring gehad, maar eigenlijk het allerergste is dat wij de waarde van die ellende niet inzagen. Dus ter hoogte van de Bad Tour mocht ik op Werchter uh, Michael Jackson interviewen. Maar ook daar, mijn referentie was altijd, wat is die show waard? Dat is, dat is nu misschien een beetje raar, maar dus... mm -hmm. ik keek ernaar. naar. Dat was in heel grote mate playback. Dat was ook heel raar, want de, de, de tegenzanger is, was Sheryl Crow, de, de jonge Sheryl Crow was, was backing vocal bij Michael Jackson. En natuurlijk, die moest die show ook gedanst krijgen, dus dat was in grote mate playback. En dat was dan zo ook in die backstage gevoelde van, er was nul contact. Je weet nog, die gitaristen met die fantastische blonde... Ja, Jennifer ja. Die had er allemaal geen contact mee. Maar toen was dat, dat was in 1988, dat was hier nog niet doorgedrongen, dat Michael Jackson wel een complete weirdo was. Dat was niet. En dat begon al met... Dat is altijd de beste vraag, van, hoe is het? Als je David Bowie moet interviewen, de beste vraag is, en hoe is het? Want dan zeggen die altijd het eerste dat in hun opkomt. En in zijn geval was dat... Oh, Belgium, thank, thank you for buying my records. Whoop, en er kwamen zo tranen, tranen, tranen. Jobber, manneke. Ze moeten dat niet voor blijven. Dat hoeft niet. En dan, 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 dan dacht ik. Ja, het is wel wonderbaarlijk. Op dit eigenste moment ben je op wereldtour. En in 17, dat had ik dan opgezocht, in 17 studio's. Uh, in Amerika, met onder andere Rod Tamberton enzovoort enzovoort, zijn ze nummers voor u aan het maken. Hè? Maar jij kunt er niet aan meedoen, want in een tijd, dat ging nog niet. Uh, er waren zelfs geen gsm's. Dus jij komt dan terug, en dan weet ik dat, dat was een soort aan het kijken, want dat was een soort mythe van Michael Jackson, doe alles zelf. Hè? Dat, dat heeft ook een wrijving gegeven met Quincy Jones op dat moment, <laughs> hè, natuurlijk. Uh, en dan kwam die Frank DiLeo, echt een maffiafiguur en dat was toen zijn manager, en die zei, wat ik kende die uitdrukking niet. Van give a guy a silver hammer. He, shall, he still should know where to tap. Nou, ah ja, geef, geef die man de zilveren hamer. Dan mm -hmm. moet hem nog weten dat wel en dan niet. Dus ja, hij ja. is de keuzemaker. Maar dat was allemaal, dat was heel raar dat dan die Frank De uh, antwoorden gaf, kwam geven voor zijn artiest. Dan begon hij weer te blijten en zo. Mm -hmm. En dan mijn stomste vraag, zeker op dat moment was. Zeg Michael, en dan nog één ding, het alle lief. Ja. En, en weer blijten? Ja, maar, maar alle, al wat er speelde, alles wat er speelde ja. in die mensenleven, dat was. Ik denk dat dat zoals in Amerika niet geweten was. Je moet weten dat platenfirma's. die waren nooit blij met interviews die een beetje. niet direct reclame waren voor een artiest. En ik, ik, ik had van mijn eigen het gevoel van. ja, ik was, ik was een domkop die alleen maar foute vragen heeft gesteld. Of, je moet. Je moet uw Michael Jackson uh, goed gezien krijgen, wat aan mij normaal gezien altijd lukte. En in <tie> dit geval, die was zo so weird, zo so weird, en dan, ik had ook nog nooit meegemaakt dat dan de manager de antwoorden kon geven, met zo'n dikke sigaar, dat werd allemaal zo, zo totale waanzin, die, die bleek ook ondertussen die Michael aan te rippen, mm hij -hmm. is dan veranderd van, Mike, van, van management. Om een langer, al langer kort, dat is nooit uitgezonden, want... Ja. Reality-tv, dat bestond niet. Zo van, dames en heren, en dan kijken we nu naar een mislukt interview met Michael Jackson. <laughs> da, da, ik, ik was doodsbang. Maar dan achteraf, nu natuurlijk, zijn we dan wel zoiets... Dat is een beetje gelijk de, de pak de poen show van de verretten. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is een soort van verdwenen uit het archief. Ja. Dus blijkbaar, ook door zijn platenfirma, is dat mislukt interview verdwenen uit het archief. Dat is de enige keer dat ik dacht van... Daar had ik dan meer van verwacht. Gert, <laughs> <laughs> um, natuurlijk. Je hebt er straks verteld dat je uh, samen hebt gespeeld met, met Hugo. En dat, dat jullie zo daar, Berry Berry, dat jullie dat allemaal deden. En dat je eigenlijk zei: want ik vind dat ook hilarisch. Dat ik eigenlijk de meest waanzinnige. Um, intro voor u voorzien, waar ik drie kwart nog niet van zeg dat je gedaan hebt en dat jij dan je eerste ding zei van ik was een raté. Ah, ja, so, omdat ik ben, je ik word, ben ja. die ene dat wou worden, dan wou ik singer songwriter worden, maar dat was eigenlijk ook niet en het is eigenlijk pas met de radios of de radios gelijk dat jij zelf zegt. In, in de volksmond, in onze eigen volksmond de zeggen radio's. wij de radios omdat wij nu eenmaal Vlaams spreken. Dus ja. Ik heb ook een heel groot probleem met de Engelse taal. Veel van onze vrienden zijn Amerikanen die in boeghout wonen. Ja. Je kunt je dat voorstellen, zo van die Miami Girls en zo, die van het fantastische Miami naar het grijze boeghout komen. Maar we hebben zo'n gewoonte van. Kathleen, I went to the DLS en I, I brought along. Maar dus met, met een soort verschrikkelijk accent. <laughs> uh, dus dus in, de rad, in de tijd van de radios moesten wij altijd getaalkoacht worden, van dat dat toch enigszins uh, verstaanbaar Engels uh, zou zijn. Ja en je kunt niet echt een echte singer-songwriter zijn in de taal waarin dat je niet naar de bakker gaat. Dus pas na mijn veertigste viel dan maar een frang van, ja maar wacht, je kunt ook gewoon in het Vlaams, uh, lekens en dan, dan is ook dat probleem alde meer van. Klopt het wel? Klopt de uitspraak? Uh, is het niet te cliché? Is het niet, zijn het niet altijd diezelfde negen Beatle-woorden? Cloud, rain, sun, love. Uh. <laughs> dat was het. Dat was het ook. Hugo Mathijssen, Hugo ik denk in, de, in het personage van Clemence Peres, heeft wel eens over de radio's gezegd: Ja, dat is eigenlijk um, popmuziek voor mensen die bang zijn voor popmuziek. <lacht> <lacht> en die teksten, dat is eigenlijk het gezongen weerbricht. <laughs> <laughs> Wat dacht je dan? <laughs> Er is ook iets voor te zeggen. Dan dacht ik ook, maar komt misschien vanavond nog eens mee, we spelen in München, en we spelen het er wel plat. Ja. <laughs> het is wel goed dat dat klein ego dat toch even opspeelt, en zegt, ja, ja, maar we zijn wel groot geworden. Want had het gevoel, wanneer had het gevoel dat dat vertrok? Of dat je... Als we s'nachts moesten interviews doen met Azië. Oké. Okay. Dat, dat, is, dat is echt geen aanrader. Die hebben er blijkbaar een andere tijdsstructuur. Hè? Mm -hmm. Dus... We braken door in landen eigenlijk Frankrijk, Duitsland, uh, zo van die, uh, Hongarije, oké, okay, uh, Senegal, dat is al heel raar, maar Bart, misschien niet. Mm -hmm. Bart, kun je even uitleggen, want dat die, voor mensen die luisteren, hé, wij kennen dat allemaal zeker, onze generatie, mm. de Scoutsfou, dat waren gigantische hits, altijd op nummer één. Maar dat buitenlands verhaal, dat zit ver weg. Was dat, was dat redelijk snel of is dat eigenlijk begonnen toen België gewoon in de zak zat? Um, maar dat klinkt als een veel ambitieuzer plan nu dan hoe dat jullie toen overkwamen. Ja, ja, ja. De, de, dat is ook zo. En, en eigenlijk had dat groter kunnen zijn hadden we niet zo gehouden van live optreden. Dus wat ik op een bepaald moment in mijn leven heb gedaan, en ik zal het dan maar eerlijk toegeven: dat is popgroepen spelen. En ik heb <racht monastery> mijn eerste begeleidingsgroep, dat was Soul Sister. Ja, die kregen dan The Way to Your Heart. Dus die... <popped Français> dat was wel moeilijk, dat die met een begeleidingsgroep <g conferen> bleven. <poems> uh, <re programming> <policy> en dan, door een wonder. Leerde ik Ronnie en Robert Mosuse kennen. Twee fantastische broers uit Sint-Damans, maar eigenlijk ook echt Sam en Dave. Of, of, of misschien wel uh, uh, Marvin Gaye en, en Otis Redden. Dat -da -da da -da kreeg ineens een soort schaalvergroting. Als we met drieën speelden. En ik heb mijn gitaar in drie stemmetjes. Dat, was al, dat stond al als een huis. Dan bleek Herman Brood gesplit te zijn. Mm -hmm. Omdat de helft van de groep alleen nog maar speed en, en alcohol wou. En ene, Daniel Adermacher, dat is eigenlijk een, een bourgondier, een culinaire mens. Um, die, die wou ook één keer per dag eten. Maar dat was onbespreekbaar. Mm -hmm. En dan ben ik die in Amsterdam gaan halen. Van ja, een nou, fantastische rock -and -roll gitarist. Dus dat was dan... De vierde pijler. En dan twee hele goede studiomuzikanten aan, aan keyboards en drums. En dat, ja, dat, dat, was, al, dat, dat was al een meer popgroep spelen wij, wij, leken eigenlijk gewoon echt een, wij leken eigenlijk echt een popgroep. En op den duur... Je moet dat zelf niet geloven, je moet dat de mensen doen geloven. En dan gaat dat als een, als een lopend vuurtje. En het is ter hoogte van de tweede plaat, denk ik, dat het echt vertrok. Um, en dan... Dat gaat eerst naar landen die je verwacht en kon je daar kon dat ook spelen in het voorprogramma van Brian Adams. En Dat is nog allemaal doenbaar. Maar ineens ging dat ook naar landen gelijk Azië. En daar waren wij. Dat was ook MTV Asia, was er dan pas. Hè. Um, maar dan moesten er interviews gedaan worden. Toevallig s'nachts. Dus je gaat dan in München gespeeld of, of, of in Frankrijk. Of, of... Het is alleen er waar. Je lag heel laat in je nest als je al liep... And I called the telephone. This is uh, this is Jakarta speaking. Can <coughs> I speak, Mr. P Mr. Peters? Yeah. Uh, yes, uh, Bart Peters speaking. No. No, no. en dan wisten we dan aan de tijd dat kan niet. Dus een popster, dat kan niet dat een popster 's nachts direct opneemt. Dat is eerst hij een secretaris, dan zijn een manager, dan zijn. Dus dat speel ja. je allemaal zelf, hè? Oh, it's no, it's, it's the manager of uh, of Ja, yeah, oké. Okay. En, <laughs> en, en, en dan zo als je, als je, als je zelf dan een paar keren doors doorschakelt, doorschakelt, <laughs> dan begon het interview. Olé. Oh, you say you say title. Niks nee, zo. Dreaming Wild. Ah. Oh. You, uh -huh. um, oh. you say title. Give me love. Ah. Uh, you say title. She goes nana. Ah. Oh. Want die spraken eigenlijk geen Engels. Die, die <laughs> <Ja. missen> spraken eigenlijk <laughs> geen Engels. Dus. En, en wij zijn daar ook niet gaan toeren, omdat het een heel. Bekeuze, het was een heel raar concertcircuit. Ja. Maar Robert Mosseuze, de betreurde Robert Mosseuze, op zijn 30ste gestorven aan een hersentumor, um, die is wel naar die landen gegaan. Mm. En die werd daar op straat, maar dus. ...werkelijk overal erkend. En, ...en die zegt... ...dat is het meest popsterrenachtige dat ik het ooit gedaan heb. Ja. Dat is... ...gewoon naar een paar Aziatische hotspots gegaan... ...en daar herkend als... ...the singer of the radios. Ja. ja. Dus... En, ...en bijvoorbeeld... ...in Amerika zijn we geflopt. De... Um, ...ja, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Ja. Heb je daar wel gewerkt? Of heb je daar wel geprobeerd? Ja... Maar dat, zeggen, het was een samenloop van omstandigheden, maar, maar het was heel dramatisch. Dus, dus in, in Engeland hadden MTV Engeland, maar dat was eigenlijk vooral voor Europa. Hè? En dus die draaiden ons clips wel enzovoort. Maar Engeland is ook een heel moeilijk land om als non-native speaker, dat begrijpt wel. Maar het was in 1994 hadden de Wereldbeker hè? in Orlando, mm -hmm. um, in, in, uh, in Florida. Florida ja. En daar mochten wij spelen in een. Een aangrenzend uh, stadion. Dus dan denk je alleen maar. wij mogen op de wereldbeker voetbal. Hè? Toevallig die dag, ja, dat was ervoor gedaan. Dat was een match, de Belgen tegen de Hollanders. En ik kende, want ik deed veel in Holland. Hè? Dus die Hollanders, daar waren we ook groot in Holland. Die zeggen: Oh, Bartje, wil je dan nog even bij ons komen zeggen waarom wij gewonnen hebben? Mm -hmm. <laughs> ik weet niet dat je het <laughs> nog weet, maar dat was die goal. Ik denk van, ik, ik, ik weet het niet meer, van Albert, denk ik. Hmm. dus die Belgen die winnen van die Hollanders. Dus een gigantisch stuk van het publiek, dat waren Hollanders, die waren ineens eerder tegen ons. Want, want wij hadden een verkloot op, op het WK. En wat ik echt niet wist, die mensen van, van de PA enzovoort, die zeiden... Wat is deze cricket? Wat is dit? Voetbal? No, it's no football. En dan soccer. Maar die wisten... Die, in Amerika leefde dat totaal niet voetbal. Nee. Met andere woorden, daar waren gewoon geen Amerikanen. Er waren boze Hollanders, zatte Belgen, mm -hmm. zatte Duitsers, zatte Ieren en zatte Engelsen, maar geen nul van Amerikaan. En dan, ja, dan hebben we het wel opgegeven daarna. Dus ja. de Amerikaanse droom is totaal aan flarden geschoten. Ja. En daar eindigde het ook een beetje aan van, ah ja, deze is zelfoverschatting van Amerika, ineens een stadion, ineens plat spelen, wat daar bijvoorbeeld in Senegal wel lukte. Ja. Daar niet. Allee, pff, nee. En waarom heb je dan niet het gevoel? Omdat je, je, je hebt daar eigenlijk een beetje een ongelukkige omstandigheid gehad? Maar was dat dan voor u meteen zo van, ja, nee, is, dit wordt niks? Of? Ja, maar tegelijk moeten we ook denken van, hoe, hoe, wat is het voordeel aan, dat is een heel moeilijke vraag. Hè? Wat is het artistieke voordeel aan wereldsucces? In mm -hmm. werkelijkheid hebben wij een moment gehad dat ze vroegen. Wilden nu de groep ontbinden, alstublieft. En willen Bart, Ronnie en Robert. want die kunnen dat heel goed met drieën. She goes Nana. Hè, spelen. Maar werkelijk op alle tv-zenders van de wereld. in alle tv-shows. en het kan nog live ook. En dan ook. zo bijvoorbeeld in deze soort omstandigheden. konden wij zo aan de micro van, van een Duitse. podcast bestonden nog niet, maar radio maken. Mm -hmm. dat ook spelen. Een beetje het systeem Crowded House. die konden dat ook. Ja. En we hadden ineens 300 aanvragen voor, voor tv-shows. En, en dan nog 400 voor radioshows. shows Ik dacht maar nee. Nee, TV. Ik, ik heb al TV gemaakt. En, en dan iedere keer datzelfde gaan doen? Uh, natuurlijk niet. Wij wilden live spelen. En, en dat hebben we dan ook volle bak gedaan. Liever dan, uh, dan promo te gaan maken eigenlijk. Ja. ja. Want op dat moment had je eigenlijk al een serieuze carrière achter de rug. Ja. Um, we mogen dat zeggen, hè. je hebt enorm veel succes gehad. Eh, nog altijd, constant. Is er een geheim? Want je kunt, niet achter, je kunt niet zeggen, ja, ik heb wat geluk gehad. Je hebt een enorme neus voor weg te lopen wanneer dat fout gaat. Ik, ik denk dat ik, dat ik een heel snelle vervelingsdrempel heb. Dus dat ik, <laughs> Allee, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan moet ik ook durven zeggen, bij de radio's, op een bepaald moment, dat is heel erg, maar vond ik, ik popster zijn vervelend. Ook omdat ik wist dat ik het speelde. De, de, hmm. Dus uh, dat is heel raar. Hè? Waarom je... speelde het? Wat, wat was dat gevoel? Waarom had jij het gevoel dat je... Hè? Want als je nu... In uw, uh, Was dat de taal? Was dat eigenlijk het de taal? Het, ja, was dat het vooral? Dat is toch al, is toch al totaal raar dat je. We, we merkten ook. Want dat is, dat is toch ook wel een beetje arm worstelen. Bijvoorbeeld in Hongarije. Um, dat was ook in, in, in een voetbalstadion. Hè? En dan speelde. Uh, o, fuck, ik kom er niet meer op. Uh, Iets expres. Allee shit, hoe kan het nu dat ik er niet op kom? Uh, ik weet het ook niet. More than words? Extreme. Extreme, ja. 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 Um, dus Extreme die speelde voor ons. Ja. Dat was gewoon heel slecht. Allee, voor ons normen was dat heel slecht. Ja. Dus wij speelden die koek naar huis. En, en dan denk je even van, ah zie je wel? Want die waren, die waren ook heel belangrijk op dat moment. Ja. Dat was een veel, veel beter. Dan komt Brian Adams. En die waren nog wel echt een hoop klassen beter. Ja. En, en dat weten van. Ah ja. Het ja. ja, is pas dan dat, dat je zo de piekorde leert kennen van. Daar geraken we nooit. Ja. So, d, t, alle, Brian Adams op, op zijn hoogtepunt, dat was werkelijk. Of bijvoorbeeld ja. in Senegal, waren wij ook niet het hoofdprogramma hè? Het hoofdprogramma was zelfs niet Jusse Dat was de tweede act. Het hoofdprogramma was natuurlijk Baba Maal. Ja. Maar ik weet nog, zo in Senegal aankomen, ook weer in dat stadion. Hè? Uh, van Dakar. En dat was Soundcheck van, van de band van Yusuf Indoor. En die waren met acht um, batteristen op, van die jambase, mm -hmm. waar die Chimes of Freedom aan het spelen, van Bob Dylan. Een cover ervan. En dat klonk zo straf en zo hemels, dat, dat wij even gedacht hebben van, wat komen wij hier doen? Wat komen wij hier doen? Ja. En dan... Dan gadden zotten, Bijvoorbeeld, ons, ons geheim was dan: we hadden een soort Jimi Hendrix-achtige gitarist bij. Ja. Dus we hebben daar heel zwaar gerokt. She Goes Nana hebben we daar gewoon niet gespeeld. En dan, dan lukte het wel weer. Ja. En, maar je voelt ook zelf van: je raakt ver, maar niet super ver. Ja. En, en die taalbarrière is toch ook echt een probleem. Dus ik denk dat, dat, dat ik vaak weet van: en nu moet ik ermee stoppen. Ja. Zo, ik, ik zal met de voice bijvoorbeeld ook stoppen op het moment dat ik zelf besef van maar wacht even, er wordt hier gezegd die winnaar, dat wordt dan een wereldster. En vervolgens houd er geen kloden meer van. Ja, ja ik, ik heb dat nu drie jaar geloofd, maar, maar nu geloof ik het zelf niet meer. En, en dan stop ik ook wel direct, ja. Ja, maar dat was wel hetgeen dat je dacht als je eraan ging meedoen of zo. Dat je dacht, die, die, die winnaar dat is echt iets dat, dat lanceert carrières. Want ik weet, is er iemand uit The Voice gekomen die keihard bekend is? Uh, ja, nu. Allee, dat is heel erg. Maar er is één iemand die dat gewonnen heeft, die heet Ibbe. Uh -huh. en, en die gast die heeft dan plat uh, gespeeld. Hè? Uh, en, en die had dan kunnen gigantisch gaan. En toen kwam corona. En dan zo'n gast is dus tussen zijn 18e en zijn 20e of wat dan ook. ...heeft moeten zitten kijken naar de wereld... ...die helemaal op de was. En dat kan mij dan... ...heel pijn doen of zo. En daarom mm. heb ik uh, Ibe uitgenodigd... ...om bij de, bij de komende reeks in de Lotto Arena... ...dat, dat begint uh, op, op 31 maart... ...maar dat is eigenlijk in april... Uh, ...van... ...mee te komen special guesten. Ja. Om, om, omdat ik... ...voor ons... ...wij hadden al... ...ik en de ideale mannen... ...wij hadden al namen gemaakt. En, en nu mogen wij niet alleen spelen wat dat er voorzien was, maar ook inhalen wat dat we niet hebben kunnen spelen. Ja. En, en dat is een status waar dat je blij moet voor moet zijn, maar beginnende bands hebben dat niet. Nee. En, en bijvoorbeeld Die en Ibe, dat dat kunnen een winnaar zijn van The Voice, waar dat je, die, die kan zelf echt fantastische songs schrijven, die, die zingt ongelooflijk, die ziet er heel speciaal uit. Um, maar dat is, de, dat is de enige die ik me kan herinneren, ja. ja. Want ik, ik, ik heb dat ook ja, ik heb dat wel een paar keer eens zien voorbijkomen. komen. En ik heb ook, denk ik, de allereerste keer dat jij meedeed, heb ik ook een aantal hmm. afleveringen gezien. Hè? Dat is ook een finale, denk ik, dat jij zo mee het podium liep en begon mee te spelen met die oude gast. <laughs> ja, die, zo, uh, ja. Ja. ja, ik dacht aan een straatmuzikant, dat is wel grappig. Ja. zijn. een straatmuzikant wint. Maar ja. Denk je, denk je nou, is dat gewoon, dat, is dat, ik moet nu gaan? Uh, ja, maar, maar dat is, ik denk. Mijn eerste reflex is altijd een muzikantenreflex. En ik dacht, ik, ik, ik dacht heel stom weg, omdat ik zelf zou denken, wacht, als die aan zijn gitaar blijft hangen, dan gaat die een niet winnen. Hè? Dus die moet zo wat kunnen rondlopen, hè? want je moet zo het publiek bespelen. En ik leep en ik dacht, weet je wat, ik zal uw gitaar spelen. Maar ik vrees los, ja, dat was een live uitzending, dus in een live uitzending doe je altijd wat je wilt. Ja, ja. <laughs> en inderdaad, dan kon hij wat show verkopen, en dan, dan hing hij niet vast aan zijn micro... Ja, oh ja, ja. Um, ja. Top dat dat kan. Is, ja. dat, is dat omdat je een kind bent van een tijd dat tv nog alle kanten uitkomt? Uh, dat heeft daar... Dat heeft daar zeker ook mee te maken, ja. ja. Ik... is ik, zo... De vrijheid die in... Ik herinner me een show... Dit idee in, in Holland, met allemaal grote Hollandse sterren en Ramse en Lisbeth List en Boudewijn de Groot en André Hazes en, en Herman Brood, die kwamen allemaal meedoen. En dat deed de La, La, La live, want dat was zo'n special, dat was iets gigantisch. En dat was ook Toet Stelemans. En die moest, en dat was hij niet gelukkig mee, hij moest zo een blozeke spelen met een of andere bekende Hollander, weet ik veel wat. En dan zo in de kleedkamer, uh, de Bertje, Erik speelt, die. Want die kan zelf geen gitaar meer spelen, want er is iets met zijn handen. Hè. Mm. Sometimes uh, uh, Sometimes it's hard to say goodbye. Dat was een titel. Hè? Mm -hmm. dus ik, Bartje, Bartje, zing dit. Zing dus. En ik zo. Sometimes it's hard to say goodbye. Sometimes it's hard to do. En ik begin zo wat te ruimelen. Ja. En dan s'avonds zijn we bezig met die bloesgast. Oh, ah, toetstem. Bartje, wacht na eens. <laughs> um, dat die er, 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 ik ergens speelt je akkoord. Dat is dus een nieuw nummer. Dus Bartje, zing dit. En dus. Ik was ineens het nieuwe nummer van Toet Stelema aan het zingen in mijn show die daar helemaal niet over ging. <lacht> <lacht> en dan denk ik: Wauw, het is het voordeel aan live uitzendingen. Ja, ze kunnen niks doen. Hè. Als je beslist om dat te doen, dan gebeurt dat ook gewoon. Ja, ik... het strafste dat ik op dat vlak ooit. Maar ik was toen nog echt, ik was 26 jaar of zo. En ik was in Holland binnengehaald door Veronica als de nieuwe Willem Ruijs. Ik dacht ja. Uh, je hebt ADAD besteld, ADAD zult je Dat was in het van de fucking winter. En dat was in een soort, in een soort gigantische sporthal. En ja, carnaval, een heel gevaarlijk ding in Holland. En ik haat de carnaval. En ik moest zeggen, uh, mensen konden daar hun gewicht in gulden uh, uh, verdienen. Uh, mm. ja. en, en, en ik moest zeggen... Dat was eigenlijk heel vrede televisie, dus live. Ruk er bij u thuis de voordeur uit. Kom met uw voordeur. Je mocht er niet aan denken, aan energiebeleid en zo. In het putje van de winter in, in, in de Hollandse Limburg, in Hollands Limburg. En ik stond er met André van Duin. En komt met die voordeur naar hier. Ondertussen zingen de deurzakkers verschrikkelijk dingen. Geef ons de sleutel maar, dan zijn we altijd klaar. We, weet ik veel wat. Uh -huh. uh, zoiets. En dus komt. Maar ineens... Ik, ik, ik was baas, want het was een liveshow. Ik dacht, maar dat is nou wel vreed, van mensen te zeggen, je kunt je gewicht in guldens winnen, maar dan moet er wel je voordeur uitknallen ja. en dan komt er te voet met het theater. Dus ik zei, ik zei op een bepaald moment, weet je wat, haalt er een deur uit? Zeg, dat mag ook een deur zijn van een koekersklokje of, of van een autovlak dat in uw hof ligt of, of van een kast of wat dan ook, als het maar een deurken is. Ja... 8000 mensen stonden er. Hè? Dus 8000 mensen kwamen allemaal in aanmerking om hun gewicht te winnen in Guldes. ik stond er met André van Duin en dat, dat programma is meer dan 40 minuten uitgelopen. Met, met, dat, dat was een overrompeling tot en met. Dus de volgende dag moest ik dan op, op matje komen bij de directeur van Veronica. Die mm -hmm. uh, zei: Dit, het NOS-journaal, is voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse omroep. Uh, want die, die waren toen nog niet commercieel. Um, 40, 40 minuten te laat 40 minuten te laat gestart dat is een schande voor Veronica dat is een schande voor, jongetje, het was geweldig het was geweldig. <laughs> maar ik moest, ik moest als, als CEO zijnde dit even zeggen <laughs> Rob Hout was dat ja, ja cool je, je had het er net uh, over Robert Mossuze. dat is uh, iemand waar ik altijd van voelde zeker toen met She Goes Na 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 toen ja. net daar begon en dat is een van de uh, eerste sterren hier dat jong gestorven is, waar ik eigenlijk ook niet goed van was. Ja. En dat was meer omdat je het gevoel had van: er, er zit een hele grote naam te komen hier. Dat zelfs als de radio's zouden stoppen, hè, de radio's, en je ja. kiest, en die kiest om iets solo te gaan doen of om iets anders, je had zo'n gevoel dat je zo aan de rand stond van: je kan echt overal naartoe. Ja. En ineens krijg je dat. Hoe, hoe was die periode voor u Want dat kan ik mij voorstellen dat dat... Ja. Het, het, het woord in uw zin dat niet klopt is ineens. Dus gek genoeg, als we met de radio's begonnen, wisten wij al, de Robert die neerdiet voor. Alleen het was nog niet helemaal duidelijk waar, maar ik weet bij Rockschot Aarschot, ja dat bestond, mm -hmm. speelden wij 26 Guitars of Love. Zo'n heel psychedelische. Zo. En die Robert, dat was zo precies. Die steeg ten hemel. Vroom, die vloog naar omhoog. En schuimbekkend. Baf viel die. Ik weet nu dat het publiek begon te applaudisseren. Die dachten: van deze is werkelijk psychedelische rockshow. Ongelooflijk. Maar dat was zijn eerste aanval. Hmm. Dat was helemaal in het begin van de radio's. En dan had ik contact met een mens bij Gasthuisberg. Die heette dokter Pillen. Dat is een stomme naam. Maar, en die zei: Ja, het, het, het is epilepsie, maar het wordt spijtig genoeg. En dan wisten we al snel. Um, het komt door een hersentumor. En aan de hersenschors, en daar kunnen we niet aan. Dat kan zelfs nu nog niet. Ja. Uh, dus dat gaat op, op termijn gaat dat slecht aflopen. Maar als je, als je het goed aanpakt. Want voor die jongen is optreden en een ster zijn heel belangrijk. Dus de radio's kwamen altijd aan met een buske uh, Zonder de Robert. En dan in een geblindeerde limo. <laughs> kwam dan de Robert aan eigenlijk als het eerste nummer al bezig was. En met een zonnebril. Dus iedereen dacht. Er is iets met die mannen. Want dat klopt niet, want Robert is gewoon de broer van de Ronnie. Wat, wat, wat is dat allemaal? Maar dus die mocht eigenlijk maar één uur of een uur en een kwart per dag geconcentreerd bezig zijn met een zonnebril en onder zware medic medicatie. En die mocht ervoor en daarna geen schisel niks. Dus die moest in, in die geblindeerde limo aankomen op de laatste moment. Maar dat was al een een tijd zo bij de radio's. En dan werd er wel eens gezegd, zeg die Robert Mosseuze. Uh, dat is wel een popstar. Hè? Dat is wel een popstar. Hè? we is dat allemaal? En die, die had veel liever dat de mensen dachten... Wat is dat voor een pretentieuze superster? Dan dat ze zouden weten... Dat is een hele zieke jongen. Ja. Die je niet hard afziet. En pas... Op een bepaald moment... Ik, ik, ik en Ronnie wij kwamen heel veel... Um, ja, in de palliatieve, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Mm. En, en op een dag... Het um, was ook heel schoon. Dan zijn, zeg. Um, ik heb me eigenlijk veel gereden gehad, ik heb me eigenlijk veel gereden gehad, ik heb me veel, knappe, knappe gereden versierd. Zou die hier nou zo eens niet even kunnen binnenkomen en zo, even, even zo rang trouwen zo. Zou dat kunnen regelen? En dan zo, ja, ja. En op een bepaald moment kwamen dat zo van die heel schoon fotomodellen en zo en die draaiden zo eens rond en zitten Roberto is ermee, en oh, oh, gezegd ook Robert was ongelooflijk... De Jan Leijers, die durfde niet. Want die zei, Robert gaat sterven. Ik zeg, ja. En de Jan zei, ik zou er graag naartoe gaan, maar ik denk dat ik dat niet aan kan. Ik zeg, Jan, ga mee met mij, ga meevallen, ga het zien. De Robert neemt het in Wij komen er binnen. De Robert, die was nog de helft van zijn eigen gewicht. En het is dat die zegt, mij. Ik ga dat de oude zakje geworden. En dat is heel ontwapenend, dat is heel schoon. Dat is heel schoon. En dan, op een bepaald moment... Dat die een optreden in een café in leer, weet je nog? Ja. Is er een opname van? En dat, want hij luisterde dan altijd naar bepaalde dingen in zijn koptelefoon. Dan zei hij: Nou, nog één ding, uh, Bert. Uh, ik zou het nou wel officieel willen vertellen. Hoe doe je dat? In een tijd was dat nog, dan doe je een interview met humo. Yeah. Dus ik zei dan: Ik belde me geen mortier. En ik zei: ja, ik heb hier een maat. Het gaat allemaal niet langer meer duren. Maar die wil zo zijn verhaal eens doen. Die heeft een interview gedaan. Maar dat veel mensen die nu nog echt met terminale kanker vechten, die, die dat lezen. Want dat is zo schoon, dat is zo moedgevend, zo hoopvol, zo, zo berustend in het lot. En wetend van, ik heb wel een schoon leven gehad, enzovoort. Diezelfde nacht is hem nog gestorven. Eigenlijk aan, aan de... Hij had veel energie gegeven, do, mm. door zijn levensverhaal te vertellen. En dan is hij diezelfde nacht gestorven, maar het was volbracht. Ja. Dus dat was ook heel raar. De, de, de dag dat hem in, in de, onze lieve vrouwenkerk werd, werd, uh, werd gevierd, uh, zijn begrafenis, uh, zou ik maar zeggen, uh, stond hem ook op het kaftje van de nummer. Hij <laughs> wou dat zelf zo, hij wou dat <laughs> zelf zo, dat, dat, ja. Maar, maar, maar dat... dat, dat zot. Damn. Dat, dat komt dat er nooit meer te boven, zoiets. Nee. Dat komt er nooit meer te boven. Nee. Nee. Denkt er daar nog veel aan? Ja. Ja. En, Ik spreek, het, het moeilijkste is daarover spreken met de Ronnie. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus, want ja. mannen, vrouwen kunnen alles, hè. Mm -hmm. Vrouwen kunnen alles, maar mannen, <laughs> jongen. Mannen zijn toch echt <laughs> uh, communicatiegestoorde kustmoklotes. Ja, dat is, echt, dat is echt een feit. Ja. Mijn vrouw zegt dat ook altijd. Klap maar gewoon eens tegen elkaar. Ja. 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 En je gelooft dat niet, maar... maar um, de eerste keer dat Ronnie en ik met elkaar hebben gepraat over echt de Robert. Mm -hmm. Dat was op het podium van de Lotto Arena. Dus ik had de Ronnie uitgenodigd als special guest. Um, ja, die kan dat in Vlaams, die kan alles. Maar ik dacht, ja, het is een beetje raar om dan voorbij te gaan aan Chico's naam. Dus ik had, een, ik had hem een vertaling gestuurd van hij zong Nana. Mm -hmm. Eigenlijk, waarin dat er echt een, een portret werd ge 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 gegeven van de Robert. Ja. Die was super ijdel. Die, die, um, die, die zei altijd. mannen, het werd een beetje warm, ik kon niet dood. Doen. <laughs> dat, dat zei hem altijd, maar soms was dat, was dat, dus echt bijvoorbeeld zo in Hamburg of zo, maar zo echt fucking koud, en regen <laughs> en zo. En dan zei hij nog, in, in een soort Engels. Um, om, om, om in dat geweldig afgetraind, in die toestand, zo'n geweldig afgetrainde torso hebben, en dan ook zien dat meisjes flauw vallen en zo, dat mm. allemaal, maar dat die natuurlijk ook. Constantij, dat was zo. Uh, Goedenavond, Sint-Niklaas! roepen in Groningen. Hè? Ja. En, en daar kennen ze Sint-Niklaas alleen als een goed heilig man. Die weten niet dat dat ook. Een, die, 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 zo midden in de zomer. Allee, dus, maar dat was allemaal die hersentumor. Ja. En dan, dan deden we dat nummer samen. En hij zong Nanana. En hij zong alle sterren van elke Nemo op ieder concert. Tot hij er zelf in werd. Ja, dat mm -hmm. En dat was zo voor ons van allerlei point gemaakt. We, we hebben daar ja. eens, eens durven over spreken. Ja. Ja. En ge, jullie hebben dan backstage met elkaar er wel over gepraat dan echt. Ja. ja. Maar Ronnie is nooit, maar dat vertelde dan de muzikanten, want ik, ik moest doorgaan met de show. Ja. Maar, maar Ronnie is, 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 is nooit, heeft nooit dat podium verlaten dat hem niet volledig in tranen was. Ja. 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 Maar, 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 maar tegelijk, ik, ik, vind, um, ik, vind dat ook de, ik vind dat ook de taak van muziek. Um, muziek is ook een ritueel. En, en je mocht het. Allee, in de end, het dak gaat eraf. Hè? Mm -hmm. de, het dak moet eraf. Ja. Overal wordt dat gespeeld. Maar gelijk in zo'n lotto dat is iets speciaals. Um, een, een vergelijkbare situatie. Dat is ook verschrikkelijk. Kende Hannen Loren Bedert? Ja, ja. Dat is die zangeres, ja, ja. Ja. Die, die nu vooral schrijfster is. En die is van deerlijk. Hè? Die heeft een man, die komt uit het dus de Stijn, ik ken die. Mm -hmm. die. Die komt thuis een paar jaar geleden en die valt dood. En, en die hebben twee kinderen, Polly en Jopje. Joppe. Zij heeft daar fantastisch over geschreven. Ik, ik was op die begrafenis, maar iedereen was er. Bij Robert ja. was ook iedereen er, hè? maar bij hanne dat, Iedereen was er. En dat was hartverscheurend, zo een van die kleuters. Die, die komt dan door die micro roepen: Ik wil nu mijn papa terug. Ik wil nu mijn papa hmm. terug. Je kent Hannelore heeft dan een boek geschreven van Hoe lang zal papa nog gestorven zijn? Z ze ja. kan daar fantastisch over, over schrijven. En ze is heel. N maar die, die is even zo. Die durft niet meer voor een live publiek spelen. En dus ik heb ze gisteren, denk ik, gebeld. En gevraagd: van, Zou het met ons wel durven? En ze gaan het doen. Ja. Dus, dus, dus die rituele functie, mm. zeker van mensen die... Bij Hanaloren is niet het probleem communicatie, want dat is een vrouw. Mm. Die, 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 die kan daar ongelooflijk helder en, en ook niet pathetisch of wat dan ook. Maar die, die... Dat is een oerkracht. Dat is een oerkracht. Maar... Maar zoiets meemaken. En muziek kan... Muziek kan geen... pijn weghalen, maar het kan wel verdriet een plaats geven. Ik heb dat ook nu met. Oké, okay, we beginnen volgende... Allee, we zijn al terug aan het spelen, maar volgende week spelen we drie keer en het is ondertussen oorlog. Mm -hmm. ik, kan niet, ik kan dan niet dat podium opkomen en beginnen met wat er nu eenmaal in de playlist stond. Dus ik maak nu ja. iedere dag iets anders. Um, iedere dag verandert die tekst ook, want het wordt met een dag absurder. Mm -hmm. U, humanitaire corridors die vanuit Oekraïne naar Wit-Rusland of naar Rusland leiden voor weer valse propaganda van zuiden. wel, de Oekraïners vluchten zelf voor hun eigen regering. Schandalig. Ik heb dat ook gehad toen de aanslagen waren in Zaventem. Dat er militairen in ons zaal stonden in Brussel. Ik dacht, hier kun je niet beginnen met een huppel. Dat gaat niet. Ambiance... En dan heb je diezelfde dag hemel ge geschreven. Da daarover. Allee, ja. yeah. da daarover. Ik heb dat vaak, dat is ook het gevaar natuurlijk. Als je in je eigen taal uh, zingt, dan is het ook best dat je zingt waar je mee bezig bent. En, en als je mee. Die muzikanten, dat zijn ook vrienden en zo. Als je ze bezig w Wat dat er nu allemaal aan het gebeuren is. jongen. Hoe, hoe, mm -hmm. hoe, hoe sick. Hoe sick dat dat is. Mm -hmm. En ook dat je toch ook veel mensen hebt die oorlog gewoon bespreken. Die oorlogsverslaggeving is ook een beetje voetbalcommentaar, hè. Ja. Wow, 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 wow. En, en, en wat is dat dan? Is dat een autist? Is dat een narcist? Is die gewoon zot? Uh, um, zit die het te masturberen als als ze zie dat weerloze burgers worden omgelegd? Uh, hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja. En, ja, en... zot, hè. Ik, ik, ik heb een... Uh... Een, een, een Roemeense uh, Kuisman. Ja. Die bij ons altijd komt, al heel jaren lang. Die huis zit ook. Als ik mm. op vakantie is, en wij kennen elkaar al jaren. En die zei gewoon in één zin, en ik vond dat echt heel grappig, die zei tegen mij. Hij is gewoon uh, oude man en hoe ouder, hoe gekker. Zei ja, die. En was. hij heeft het gevoel dat hij nog iets moet betekenen voor hij weg is. En dat is altijd gevaarlijk. Alex, dat, 70 jaar. Ja, man. 70 jaar, dan zou je in principe ook bij zinnen moeten zijn. Maar, maar, maar dat is dus totaal niet nee, man. toevallig werken wij samen met een Oekraïense familie. Mm -hmm. die, die we dan nu, want dat is één familie: uh, onderdak kunnen geven. Maar dat is, dat is helemaal raar, want, want de gast die je. Die, 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 dat is eigenlijk echt een aan die, die kan fantastisch, die kan toveren, met dingen maken enzovoort, enzovoort. Eigenlijk hoger opgeleid. Dat is de Nazar. Maar die gaan nu terug. Hè? Ah ja, want dat is, dat is een, een ongelooflijk afgetrainde, strijdbare gast. En ja. die wilt gaan vechten. Hè? Kun ja. ik, hoe, dat vind ik er heel interessant aan, Los van alles, los van het polariserende. Dat is die vaderlandsliefde. Dat volk dat niet opgeeft. En daar kan ik naar kijken en luisteren en denken. Want je betrekt toch alles op jezelf. Ik weet het niet. Ik, Goh, ik weet dat wel. Dat, dat doet hier niemand. Nee, nee. Ja, ja. Nee, nee bedoel ik. Dat vond ik al zo indrukwekkend. Want het feit, hè, we hebben er zo'n aantal verhalen door voorbij komen. Hè, van die een tanker dat zij ons hier vullen. Of we bombarderen nu plat. En die zei, go fuck yourself. Ja. Dat hoor ik hier niemand zeggen. Dat is gewoon niet wie dat wij zijn. Als je de Klitschko's ziet, de twee broers, Vladimir en ja. Vitali, alle twee wereldkampioenen geweest. De en ene is burgemeester van Kiev ja, zelfs, ja, denk ja. ik. Dat die letterlijk hebben... De eerste foto dat je zag, hè, volledig legeruniform, machinegeweer. Wij gaan vechten voor ons land. Hè, man. Die krijgen ons niet. Dat is, een, dat is een mentaliteit die, die wij gewoon niet kennen. Wij hebben een luxe om te praten over oorlog. Van ach, het is toch allemaal fout en dat moet je toch weten. En dan denk ik, ja, tuurlijk. want je hebt de luxe dat jij daar niet in zit, hè, in dat ding? Jij zit niet aan een buurland waar jij al jarenlang ellende mee hebt. Dat is, dat is zo'n andere mentaliteit dan dat wij hebben. Wat ik wel straf vond, was dat er een aantal Belgen waren die zeiden: van gaan daar vechten. Dat, is dan wel weer zo, dat zijn dan wel weer mensen waar ik van denk: wauw, oké. Okay. Zo, dan moeten er ook echt wel in geloven. Dat je echt zegt van ik wil, ik wil die mensen gewoon helpen. Ik wil die gewoon steunen in hun in hun. Uh... Probeer je dat te achterhalen hoe dat zo iemand denkt? Ja, wat, wat ik vooral ook echt heel bewonderswaardig vind, dat klinkt nu een beetje raar, maar dat zijn Russen die daar de straat op komen. Want er mag dus niks zeggen. Je mag worden oorlog, invasie, je mocht het allemaal niet noemen. laat staan dat je op straat mocht komen van. Uh, uh, Putler, uh, um, ja, ja. uh, 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 natuurlijk met niet. Maar dus iedere dag worden er duizenden Russen, want ook oma's en zo, die worden opgepakt en die worden naar gruwelijke gevangenissen gebracht, uh, omdat ze demonstreren. Om maar duidelijk te maken: van... het is overigens geen Einzelganger. Ik, mm -hmm. ik, ik heb begrepen dat het, dat het een vijftal mensen zijn. Dus die heeft een propagandaregisseur, uh, een, een oorlogsregisseur, een strateeg. Um, dat is allemaal, als hij erover na. Van, is die nu Aeroflot, de hostessen van Aeroflot gaan bezoeken en daar dan mee poseren en dan aan tafel zitten met, met zo wat van die make en zeggen van ja natuurlijk als ze een, een no-fly zone doen uh, dat is een oorlogsverklaring he, van de NATO mm. die, die spreekt zoals niet in de camera, maar dat is allemaal in scène gezet, er is allemaal over nagedacht. Dus die mediaoorlog is ongelooflijk. Die Zelinski, die heeft een speech gedaan. Ik heb het nu over die ene speech in zijn kostuum. Ja, waar dat gewoon zegt van wacht. Jij noemt me een fascist, maar wacht even. Mijn grootvader en mijn ouders die, die hebben gewoon gevochten tegen het fascisme van Duitsland. Oe, oe, deze is, is de wereld totaal op zijn kop. En hij spreekt en hij, hij, hij noemt de naam Poetin niet. Hij zegt: Het ligt allemaal, alle beslissingen liggen bij de people, bij de mensen. En hij, hij doet dat in perfect Russisch. Ik, ik hoor het verschil niet tussen Oekraïens en Russisch. Maar. Dat is zo indrukwekkend. En ik weet ook zeker dat de, de ongelooflijke kracht en communicatieve kracht van die Zelensky, dat dat ook heel veel maakt. Dat dat ook daarom is dat wij het meest nu voelen, ik denk dat het sinds Hitler geleden is, dat nog eens zo de hele wereld voelt van, dat is daar foutenboel. Mm. Terwijl dat zo'n gemiddelde Assad, dat is ook het een en het ander, dat hij op zijn kerfstok... Heeft. Maar wij kunnen dat niet goed. Dat is voor ons niet duidelijk genoeg gekaderd. Mm. Want, want ik ga er altijd vanuit, als dat een troost mag zijn, die dictators, die eindigen altijd aan een pianosnaar, of die, die mm -hmm. uiteindelijk zelfs moorden die zichzelf. Ik denk aan Mussolini, aan, aan Hitler. En, uiteindelijk loopt dat mis of die komen voor het gerechtshof uh, van Den ja. Haag en dan nemen die zo vergifperkelke. Ja. Weet ik veel wat? En dan, dan, is, het, dan is het wel klaar. M maar bij die Assad, dat die zou al lang moeten, daar zou ook al lang moeten heel de hele wereld zeggen van. Wacht, deze kan niet. is kan niet. Ja. Maar, maar dus, het, het is zo duidelijk. Je uh, like zo antagonist-protagonist. Ja, De antagonist dat. is natuurlijk Poetin. Het is zo duidelijk fout. Het is ook um, natuurlijk wat dan al een heel uh, geschiedenis met, met Rusland tijdens de Koude Oorlog. Dat waren ook de slechte rikken wanneer ik opgroeide. Als het in Amerikaanse films was. Hè, je zag dat ja. dat zo heel duidelijk een, een verdeling was tussen het oosten en het westen en het ijzeren gordijn, en ook, ook de, hè, de dreiging van de bom en al dat soort dingen. En nu haalt hij het taal boven, die, als je onze leeftijd hebt, herkent hè, je herkent dat terug. Ja, ja, ja. Je voelt terug van... Ah ja, tuurlijk. Dat, dat was wat dat was. Hè. En we zitten nu niet met de Sovjet-Unie en met communisme. We zitten met een uit de hand gelopen oligarch. Hè. Een gangster eigenlijk. Een maffiabaas die in een land runt. Ja. Maar tegelijkertijd voelde wel weer... Er is al een soort historische precedent, waardoor dat we sneller aanvoelen hoe fout dat hier is. Ja. Hoewel dat hier dat eigenlijk al heel lang is... Hè. Maar nu, met Oekraïne, is het eindelijk dicht genoeg bijgekomen dat we weten, ja, nu heeft hem echt een move gedaan. Internationaal op een stuk dat wij aanvoelen. En, en wat je ook eventueel zou kunnen zeggen, en dat is natuurlijk heel raar, maar je moet in je communicatie, en die communicatie is, is, dat gaat via de media, hè? Mm. Um, zou je eigenlijk moeten beseffen dat je... Maar ze zouden precies moeten weten wat dat is. Is het een, een narcist? Is het een autist? Wat is het juist? Maar in ieder geval niet iemand waar je gewoon mee kunt spreken. Dat gaat niet. Mm. Dus um, als Joe Biden zegt We gonna get him! Ja. Die zegt hem, Dat is heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, want als zo'n mens denkt het is de hele wereld tegen mij, dat is ook eigenlijk niet waar, want, want eigenlijk is dat ook de stem van... Het klopt niet helemaal dat er 400 jaaknikkers zijn. De, mm. de, ze, ze zijn met meerdere. Maar je moet je van dat knopje houden. Hè. Je moet die... ja, 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 ja. je moet die van dat knopje weghouden. <laughs> en, 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 en dan moet je... ...benaar nadenken van... ...diploma... ...er bestaat een woord voor dat, dat heet diplomatie. Ja, ja. Want ik, ik denk dat je nu... Ja, die, die, heel de wereld is tegen mij. Behalve Thierry Baudet. Dat is wonderbaar. In, in Holland, dat is een waanzinnige... Thierry Baudet, dat is een Hollandse, die, die mag er gewoon in het parlement komen voort hmm. een, een totale zot. Dat was al een totale zot. Maar die blijft zeggen, mijn vriend Poetin, en hij is heel goed bezig. En hoera. Hmm. Ski. Dat je maar... maar <laughs> Oeh. Ah, die, 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 die is dus nog ja, Zelfs Philip de Winter heeft, uh, heeft hier gezegd van, nee, hier ga ik niet meer mee. Ja, om, bij Marine ons. Le Pen, die, ja. die miljoenen verkiezingsfolders heeft moeten laten vernietigen. Want ze Omdat, stond er, want ze stond er met Poetin op. Ja, ik heb het ook gelezen. Dat oh, is wel grappig. Ongelooflijk, ja. ongelooflijk. Het ja, is dus wel, wel, wel cool om te merken dat ja, uw teksten zijn inderdaad altijd een, een weergave van hoe dat je zich gevoeld um, Misschien het even over een andere boek gooien, want je hebt natuurlijk nog één ander heel gestoord ding gedaan, dat totaal dan weer iets anders was. En dat is Vette Gerswaard, de drummer ja. van de Clement Perens-exposition. Hoe ja. is dat eigenlijk? Uh, op welk gestoord moment hebben jullie dat bedacht? Uh, Wat was het idee? Waar is dat begonnen? Volgens mij is het, is het, is het allemaal ontstaan uit gebrek aan nachtrust en drankmisbruik. <laughs> Allee, dat weet ik wel zeker. Dus we, <lacht> <lacht> wij, wij deden het Leugenpaleis... Dat is wel de zin dat ik hoopte dat je ging zeggen, maar het is hem ook wel. <laughs> nee, we, we deden het Leugenpaleis... Nu, achteraf beschouwd, wordt dat bezien als een soort heroïsche fase. In werkelijkheid is dat niet zo, mm -hmm. want wij werden ieder week bedreigd met buitensmijting. Pas op, ik deed dan ook de droomfabriek, dus dan, dan werd ik ineens buitengegooid bij de droomfabriek, bij alles, want ik was mij zogenaamd met mijn goede vriend Hugo aan het misdragen. Dus voor die tijd, dat is begonnen in 1989 en dat is doorgegaan tot begin jaren 2000. Dat da, da, Kom allemaal niet, dat kon allemaal ik, ik, ik speelde ook de, de CEO van de VT. Ik kas. was kerstgoed, Ja, is goed. En, en, jongen, er is een lik in de vaart, en G. Polspoed is in dat bezemkot, met Martin Tangen, en weet ik veel wat. En daar ontstond van, we hebben iemand nodig die verschrikkelijke dingen zegt over, over de popmuziek, de rock'n'roll, enzovoort. Dat werd dan Clement Perens, en die werd geïnterviewd. En dat was allemaal niet zo super goed voorbereid, omdat Hugo speelde met de bomen. Die was maar heel laat thuis. En dat was met de Jean Blaut en zo. Die, die, die vlogen er nog wel eens in. Hè? En ik was, wij speelden vaak in buitenlanden. Dus als je van Groningen komt, je, maar, maar, je slaapt gewoon geen kloot. Je, mm -hmm. gewoon niks. ik, ik het dat, dat je met je vliegtuig aankomt als <gacht> aan studio Brussel en dat direct die uitzending begint. Dus slaaptekort, drankmisbruik, dat allemaal. Um, maar op den duur werd die, 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 dat personage van Clement Pérez ongelooflijk. En dan zei de Hugo: stelt dat je nu, wat dat soms gebeurt bij van die popkenners, dat die zelf de gitaar omgort. Klein detail: Hugo Matthijs is een geniale gitarist. Mm. En die begint ineens vanuit het standpunt van, van het fictieve personage Clement Pérez leekens te zingen. Um, en die wordt daarbij geholpen door ja en Sylvain, de Ronnie. Mm. Uh, wij zijn heel goede vrienden. En ik heb dan terug mijn, mijn oud-beroep, drummer. Ik dacht, wauw. Met drieën en, en hard. Allee, een hardere groep bestond er niet. Hmm. Fantastisch. Alleen, eigenlijk zouden we moeten direct zeggen... Ja, een, een beetje Spinal Tap is ja. in the house. Maar het zalige, want dat was natuurlijk in de beginperiode... Wij hebben ooit in zaal ons dorp gespeeld, uh, te hoboken. <laughs> en daar was iedereen ervan overtuigd dat wij gewoon echt waren. Dus ik denk, had daar ooit gebleken dat er een noosleer van een tv uh, bij zat en dat er sprake was van Snorke plak, um, en valse tatoeages en zo, dat die kwaad zou worden zien. Maar nu was Clément een was totale held, maar die zagen totaal geen dubbelzinnigheid. Mm. Heel vreemd, heel vreemd. Ja. Hoe komt dat, dat mensen soms geen dubbelzinnigheid zien? Is dat willen? Um, ja, in de, het, het is natuurlijk zo, in, in, de, in de popmuziek, die, die, die afgekuiste mannetjes, hè, nu de, met die boysbands en zo, die zijn niet zo afgekuist als dat je denkt. Hè. Dat zijn vaak zwijnen. En anderzijds, <laughs> die, die rockers, dat valt wel eens tegen, je moet eens zien, ja. die, die four flicks... Uh, Documentaren over Mick Jagger, die op 59 jaar leeftijd terug op wereldtour gaat. En dan naar de zanglist, naar een physical coach, naar een styler, naar een die zegt: Als je zo mee gaat schudden, dan spaar je schouwers, schouders. Al die flauwekul, nul drugs, alleen maar health food, speciale. Dus eigenlijk zijn bijna per definitie alle grote pop- en rockgroepen hebben allemaal een zeker spinal tap aspect. De, zo, wat dat de Rolling Stones... is tofens. uiteindelijk ook allemaal popster spelen op een bepaald moment. Krijgen die dat ook, hè? Zeker als je leeftijd de, de, slecht tegenspel geeft, hè, ja. dan, dan is dat natuurlijk zo, hè? En ik heb daar toen met zo'n ogen naar gekeken. Ik was toen... Ik zei, maar dat kan niet. Nu, toevallig, die lotto zijn begonnen, als ik, ik 60 jaar... Dus ik was ook 59 jaar. Toen ik mezelf ineens besefte van... Oh, dan ga ik ook naar een sportkinesist. Dan ga ik ook naar de zangles. Dan begin ik ook, alle, hoe stom eigenlijk, hoe stom, maar tegelijk, ja, ik, ik, ik doe het te graag. Ik mm. doe het te graag en ik wil ook niet rateren. Ik, ik wil ook niet rateren. Waarom, waarom zangles? Je hebt dat zo lang gedaan. Had je toch het gevoel dat je, je stem verkeerd aan het gebruiken wordt? of was wat was er dan aan de hand? Nee, in het begin, dat is heel stom, maar ik ben geen geboren zanger. Dus je hebt van die mensen die dan. Ik, ik mocht niet in het schoolkoor van het Heiligpustin-instituut. Ik ben daar dan drummer geworden. Uh, omdat... Ik kan er niet aan doen. Ik heb een korreltje in mijn stem. Dus ik zit dichter bij Tom Waits dan bij George Michael. Typisch tip is aan mensen die altijd een klein beetje verkouden klinken, is dat ze misschien wel de nachtegaal in zichzelf nooit hebben ontdekt. En niet dat je die moet gebruiken, maar ik ben dan gaan leren uh, operastukken zingen bij, bij een operazangleraar, Peter de Smet. Mm. Maar die techniek is wel handig. Ja. Natuurlijk om die mensen dan naar een te kijken en zegt hij maar, hé, hey, jij springt rond, of, of, of je krupt in een paal en je gaat ondersteboven hangen, ja dan, dan werkt die techniek niet meer, hè, met de, met de plexus pyramidalis enzovoort, enzovoort. Maar je pikt daar altijd iets van mee. Ja. En dat, dat is dikwijls ook voor, um, om het bijvoorbeeld drie dagen achter elkaar te kunnen. Ja. Daar heeft dat mee te maken. Ja. Ja. U, uh, hoe is het met uw woorden eigenlijk? Want dat is, hey, dat is al... Uh... En hoe is dat ook gebeurd? Want ik heb er zo duizend en één verhalen dat er over de ronde gaan, hoe dat, dat eigenlijk met je oren. Is dat tijdens een opname of iets dat er. Ik heb, ik heb zeker op een bepaald moment, dat was ook, dat was ook ten tijde van uh, de hoogtijdagen van Clement Peres en zo. Mm -hmm. Ik heb zeker um, mijn oren. Uitgedaagd. <laughs> dat was hard, jongen. Dat was hard. En, en de hartste was een keer. Er is niemand die zo hard op een kleren op een snare drum kan doeven, dan een keek. En het kon allemaal niet op. En op een bepaald moment um, kreeg ik hyperaccusies Dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon, als je je blootstelt aan te veel lawaai, dan hoor je s'nachts de Noordzee. Ja. ja. En, en dat, is, dat is heel stom. Maar dan moet iets doen. En dus sindsdien ben ik, ik mij gezond gaan gedragen. Dus ik ben bewust niet meer allee, in een discotheek komen tot daartoe. Maar dan een ik doen. Hmm. Tijdens dat gebonk. Allee, of ik heb vroeger in, in de snakepit van, van Metallica gaan staan. Heel hmm. stom, heel stom. Wat was dat? Jong? 120, 140 decibel. Heel stom allemaal. Dus, en ik ben van mijn orenprobleem afgeraakt. Gewoon door, als ik nu naar een hartconcert ga, dan bescherm ik, ik mijn oren. Hmm er bestaan heel goede oorbeschermers dat je nog alle frequenties perfect hoort en dat wij nu op een beetje smaakvolle instrumenten met prachtige violisten en geweldige sounds en geweldige zangers en enzovoort dat dat allemaal schoon klinkt dat heeft ook te maken met mijn oren verlangen meer naar therapie of, of, of naar Megadeth of death, nee, nee mm -hmm. eigenlijk niet dat is ooit anders geweest dus, ja. dus, en nu nu hoor ik de noordzee nooit meer s'nachts omdat ik mij gewoon overdag goed heb gedragen. Overigens, ik ben er voorna aan een mens geweest. Dat klinkt nu heel vaag. Die deed dan grounding. Dus je verbonden voelen met de aarde. En het dus, zei: Ja, maar we moeten een cursus grounding gaan volgen. Maar dat is nu toevallig een gebeur van ons. Ja. Ik kan dat doen. Dat klinkt echt zo haaks op alles dat jij tot hiertoe al hebt gezegd. Ik weet het. Vandaag. Ik weet het. <laughs> dan denk, ik, really? <laughs> ik, ik weet het. Maar bijvoorbeeld die gast, ja. die bewees in zijn eerste uh, sessie... Mm -hmm. die zegt: Wat is eigenlijk het probleem? Ik zeg, ja, fundamenteel een slaapprobleem. Want um, ik drink al eens graag, maar dan word je na vier uur wakker. Dan zeg je, ja, dat kun je beter laten. <laughs> uh, en, ik zei, fuck, allee, dat, is, dat is al niet tof. En ik zeg, en, en ik neem al eens een inslaper. Ja, dat kun je beter niet combineren. Want ik ge, ge, dacht, ja, dat heb ik ook gedacht. Ik heb al heel raar dingen gedaan. Dus, dus, dus de combi tussen slaappillen en alcohol, dat is een groot probleem. Dus oké, okay, dan heb ik gekozen voor een inslaper en dan een alcohol weggelaten en dan... En, en wat is juist het probleem met slapen? Gaat die eens liggen? Oké, okay. nu zit je in die fase. Ja, doe nu je ogen. Ja, je ziet allemaal van die raar dingen. Ik zal zeggen, ballonnetjes, strandstoeletjes, van die, van die totaal onzinnige voorwerpen. Ja, dat is weer een tutte, 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 En een beetje later heeft hij mij wakker gemaakt. Dus die zei gewoon, dat zijn de fases van in slaapvallen. Dat is eigenlijk een conditie die je bereikt door na te denken en door in fases te gaan. Dat was geen hypnotiseur of zo, hè? Mm -hmm. En dan zei hij, oké, okay, dus dat slapen... Je, je, je kunt het nog wel, zonder pillen, dat gaat allemaal. En wat is nog een probleem? Ja, als ik zelf te hard gedrumd heb, of te veel lawaai wipe gemaakt, dan hoor ik s'nachts de Noordzee. Oké, okay. heb jij ooit op vakantie geweest in Oostende? Ik zeg, ja, waar gaat dat over? Ja, heb jij dan ooit in een hotel geslapen? Ik zeg, ja. En wat doorde dan? Ja, de Noordzee. Heb je dan slecht geslapen? Nee. Vanaf nu woonde je altijd in Oostende. <laughs> en en eigenlijk, eigenlijk door dat soort stomme ezelsbruggetjes. Ja. Dus... Ik hoor nu die Noordzee meer. Maar ik, ik, ik gedraag mij ook. Allee, dus mensen komen niet naar concerten van ons uh, om zich zeg te laven aan, aan waanzinnige decibels. Nee, dat, dat, dat klinkt hi-fi. Dat is superschoon. En, en dat is, er is allemaal heel over nagedacht. Plus, ik speel met virtuose. Maar, maar dat zijn geen virtuose lawaai-makers. Dat, 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 er is niks tegen. Hè? Ik bedoel, nee, nee, nee. Dat, dat is fantastisch goed. Zo maar heb ik het ook totaal niet Nee, Nee, nee. Maar. maar, maar um, <laughs> En dat is de grootste kick die je bestaat. Dat, dat is dat je in je. je hebt in hè. Mm. Ik zet die in alle eerlijkheid. Mijn ineers die staan maar op drie. Dus op, 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 op de schaal van tien. Ja, ja. Dus ook in de Lotto Arena. Dus ook. Of zelfs als we op festival spelen voor 30.000 mensen. Mijn ineers ears staan op drie. Dat maakt u ook nederig. Want je hebt helemaal niet zoiets van bigger than life. Mm. Die front of the house, dat klinkt bigger than life. En dat is maar goed ook. Allee. Mm. Maar zelf. Probeerde echt in een soort hi-fi trip te komen. En die en woorden zijn beter na het concert dan voor het concert. Normaal gezien, vroeger bij Clem die waren afgedoemd. Je gaat zo. Ja. 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 We gaan gelinched worden als we het niet vragen. Want toen had de Mark Koenen hier zat, toen hebben we echt online gelinched. Dat we toen niet over het Leugenpaleis oh. ze gezegd. Um, de geschiedenis. Ik heb er straks even aangegeven dat je eigenlijk bijna buiten hebt gesmeten toen. Ja. Dat het, ja. Hoe dat ik de geschiedenis had gekregen heb, het was, is dat Jan Schaukens zeker? Jan, Jan Schaukens was ja. geen vriend hè? Nee, nee, dat was de directeur <laughs> van Studio Brussel. En die was ons buiten. Ja. Ja. En dan is de legende, of de geschiedenis, of wat dan ook, dat de Marcoenen eigenlijk tijd heeft gewonnen. Want die moesten dan komen vertellen of zoiets. Dat klopt. ja... Hey. Eer wie eren toekomt, de geweldige Maracone, dat was onze, onze producer. We wisten ook niet wat dat was, een producer. Die zei: man, dan zit je al soms een half uur, want houd die dingen toch een beetje binnen de perken, die, die acts. Allee, die, die, die waren 30 personages of zo. Mm. En dan mag je hier en daar zo een jingle tussen en zo. Die dat wel vertrouwen en zo. En als dan dat ding was van Jan Schalkers, die gaf Maracone, dat was op zondag het, 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 het Leugenpaleis. paleis van. Smet ze buiten, jij bent de producer, jij moet zeggen dat je ze buiten smijt. En dan zei de Marconen, sorry, maar de gewoonte is in tv-land en radioland dat de directeur dat zelf doet. Dus je moet niet namens de directeur twee mensen buiten smijten. Dat moet hij zelf doen. Maar dat ging niet, want Jan Schoukers ging uit op de oude markt in Leuven en die zat in de Orient tot zo laat, die was nog zo toegezopen, die, die kon helemaal niet op, op uh, zondagnamiddag... Op de veer verschijnen om ons buiten te gooien. Dus alcohol <laughs> heeft ons <laughs> daar gerit. In <laughs> maracoenen. Ik ja. herinner mij nog een aflevering van jullie. Dat weet ik nog, dat jullie zo echt eindeloos alleen maar uh, ACDC Thunderstruck hebben gespeeld. Ja. Maar dat was elke keer een nee, nou, nog eens een nummer, en dat was terug Thunderstruck. Maar dat was zo heel de aflevering lang. En als ik daar naar luister, mijn vrouw is er gigantische fan van. Ja. En die heeft mij dat eigenlijk beter leren kennen, want ja. ik heb hey, ik ben zo anglofiel opgevoed ja. en, en soms Gigantisch gat in mijn cultuur, als het, als het gaat over dingen uit mijn eigen hmm. land, raar maar waar. Maar het, het ding was, die liet mij dan zo opname ervan horen. Hè? Ik zei, die is curieus, wij verwijderen dat, in. met die, die donderstorm. Zo, dat zo. Ik moest er allemaal keihard mee lachen. Maar wat ik vooral heel hard mee moest lachen, was het feit dat ik voelde dat er twee gasten zaten die A. hun eigen rot aan het amuseren tuurlijk, waren. Tuurlijk. En B. Hun eigen ook geen zak aan het aantrekken waren van wat die op dat moment aan het doen waren. Hadden op dat moment, doordat je iets magisch aan het creëren was. Nee, nee want, want, want in die tijd. Je, je wist ook niets over luistercijfers. Er zijn heel rare dingen gebeurd. Bijvoorbeeld, Studio Brussel, ik denk dat die gemiddeld 50.000 luisteraars hebben. En dus bij sommige momenten ging dat naar een half miljoen. Maar dat bleek dan pas een, een half jaar later kwamen pas die, die simcijfers binnen. Mm -hmm. en, en er waren ook veel mensen die dat eigenlijk zagen als een soort. Comedyprogramma, als een soort ja. cabaret... Ja, comedyprogramma. En die vonden dan die harde muziek... Understruck, Aerosmith, mm -hmm. uh, Love in an Elevator kwam ook altijd langs. Ja. En om een of andere reden, The Army of Lovers ook altijd. Crucified. <laughs> Crucified, ja. wat een topnummer is dat <laughs> ook. De allereerste keer dat ik die clip zag, daar was ik niet goed van. Dat was zo goed, met die wire in, die, in dat bad. Dat is een van de beste clips aller tijden. Mocht het nog nooit gezien hebben, kijkers en luisteraars, Army of Lovers, Crucified, echt top, top, top. Ja. Wat, mij ook op, wat mij ook opvalt bij u en ook met deze week, uiteraard nog eens alles... Uh, even erdoor te jagen ja. dat dat jij ik had dat heel goed bedoelen dat jij vaak in sommige dingen dat je doet is, is, is soms sprookje is maar in humor berenhard, supernuchter. super nuchter ja maar dat heeft te maken met ik denk dat um, echt vol gaan voor humor dat is met een Hugo en er gelden ik heb het al aangegeven, er gelden wel bepaalde spelregels. Allee, uw moppen zullen maar eens vergeleken worden met concentratiekampen. Ja. Allee, bij wijze van spreken. Dus de Hugo stelt wij maken nu een podcast van Clemon Peres naar aanloop van hun triomfantelijke doortocht in de, in, in de Roma met gigantisch veel concerten aan het einde van het jaar. Um, dat gaat een gang. Dat een ja, gang. Maar je kunt je niet verstoppen achter de Hugo. Je ziet dat jij dat ook wel heel graag doet. Ik, ik, ik heb ook een zekere vreedheid in me. Ja, ja, ja. ja. Yes. ja, ja, ja. ja ik, heb... ik heb het eruit gekregen, Andries. Er zit vreedheid in Bart Peters. We ja, hebben natuurlijk. het altijd geweten. Maar natuurlijk. Mm -hmm. mm. Is dat ook niet een van de basisen van humor? Ja, absoluut. En dat is hetgeen dat, dat krijg je niet uitgelegd aan mensen die dat daar niet willen zien. Dat is gewoon een ding waar ik van denk: ja, tuurlijk is humor soms enorm vreed en gemeen. Uh -huh. Maar dan mag het ook plezant. Dat maakt het een In la onze ja. laatste tour hebben we nog eens de greatest hits van uh, Clem En dan, zijn wij, dan hebben we die ene song... Hallo, Pinocchio. Uh, ja, Pinocchio. Hallo, Pinocchio. Dan hebben we een aantal keren echt op repeat gezet, om dat oh. te analyseren echt ja. wat die een tekst is. Maar dat is goud. Omdat, en dat is niet omdat dat grappig is, dat is dat, omdat dat allemaal waar is. Muzieksnobisme, hè. Ja. Dat ja. Dat is, ja. Over, ja. Maar er is ja. geen ene zin die, die je niet hebt meegemaakt... Als je niet... Als je gespeeld hebt. Ja. Ja, 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 ja. Boen, ja. Erop. ja, ja. ja Dat op. Ja, ja, dat is... Dat. Maar dat, dat Hugo ook... Um, als ze hem vertelde over... Hij deed hem... Als Clement Pérez begint over deus of, of over... <lacht> <lacht> dat, dat is waanzinnig. Vaak is het gewoon waanzinnig. En dan is het heel grappig. En soms is het heel grappig, maar ook waar. En... en dat is... Dat is dubbel. Vaak is het ook gewoon totaal Tom Barman die neemt die, die een handeltje in kekenvangers en, en, ja, um, en daar is hij eigenlijk mee bezig in daarom die is met kekenvangers. E, 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 even reclame. En dan, mm -hmm. wat is dat? Wat, wat zijn kekenvangers en waar gaat dat over? En, en dat is natuurlijk, dat, dat staat totaal los van het personage Tom Barman, natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat, dat is grappig dat dat dan juist Tom Barman overkomt, dat, dat hij zo'n heel gemeen handeltje <laughs> <naar> deed in kekenvangers. <laughs> ook voor mensen die in keken zimmen, of die ook helemaal niet op de buiten wonen, enzovoort, enzovoort. Ja. Zo goed. Ik uh, zou eigenlijk, misschien, je, hebt, je, hebt, je, je doet uh, een aantal dingen zoals uh, The Masked Singer, uh, maar je, je hebt ook uh, zeker The Voice en Belgium's Got Talent en zo gedaan. Jij dan waanzinnig Lange carrière. Jij zit ook een van de weinige mensen dat ik ken die zo lang succesvol is. Hè. Mm. Jij hebt geen... of, dat lijkt toch niet zo. Voor jezelf is dat misschien anders hoe dat jij dingen hebt ervaren. Maar dat lijkt niet alsof dat jij ooit een diepad gaat. Dat lijkt gewoon alsof dat jij gestaag alleen maar populairder zegt geworden, dat, dat, dat jij zelf zo'n soort bijna erfgoed zeggen geworden, Zonder ja, dat ik u wil laten. Zo ziet u eigen niet, maar zo zien veel mensen u wel, denk ja. ik. Of ik het toch ook in ieder ja. geval. En um, als je dan zo mensen voor u ziet, jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan. Ik, 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 heb ook, ik weet niet... Er is een verschil tussen mensen die zeggen, ik wil nu roem en het maakt me niet uit waar ik naartoe ga ermee. Maar je hebt ook mensen die een lange carrière ambiëren. Ja. Wat, wat voor advies zou jij geven aan jonge artiesten? Of doe jij dat vaak als jij je daarover moet ontfermen in zo'n programma? Dat, dat is het erge. hè? Allee, dat is ook een confrontatie. Dat wil zeggen dat je oud geworden zit als mensen uh, uh, goede <laughs> raad vragen. Van zeg uh, doe dat, uh, uh, uh. Vooral duidelijk, ik zie het niet zo. Hè. Ik, ik zie het altijd. Uh, volgens mij is, is mijn leven een soort... Dat, dat geldt ook voor, uh, Ik heb een goede relatie met mijn vrouw, juist omdat onze relatie een coronacurve is. Dat gaat naar omhoog, dat gaat naar beneden, dat gaat terug ja. omhoog. En, en al die stormen, wij... wij Overleven dat? Omdat we elkaar al kennen van toen dat zij 17 en ik 18 was. Dat is, mm -hmm. Toen dat al die bullshit nog niet begonnen was, had om Anneke gevraagd: God, die Bart nog ooit met zo Mascara rond zijn ogen, uh, uh, programma's presenteren op de mm -hmm. Nederlandse TV. Dat is, maar nee, die, ja. die brigt in een decoratie in handen. Ik, ik, ik denk dat. Ach, maar, maar nu klink ik echt alsof ik erover nagedacht. Maar ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Mm -hmm. Als je bij... Ik denk dat er een paar regeltjes zijn. Namelijk, als je. Bij alles waar je denkt, misschien moet ik dat iets doen. Hè? Zeg, u alleen maar de nadelen of de slechte gevolgen voor ogen haalt, dan doe je niks. Mm. Dan doe je niks. Het, het grootste spijt heb je van dingen die je gewoon nooit geprobeerd hebt. Je, je, je kunt ook spijt hebben van dingen die mislukt zijn of, of wat dan ook. Dus dat al zeker van, van je moet eigenlijk iedere dag durven risico's pakken. Dus ik, ik zal ook nooit op een concert aankomen en zeggen de playlist is die van gisteren. Ik zeg altijd, het, is altijd, het is altijd iets anders en meestal op het podium nog iets anders. Allee. Mm. En, en dat, dat... En dan denk ik, ieder opportunity, dus als je, als je bewijs, Als het je niet interesseert, dan, dan niet. Hè? Maar als je een, een artikel mocht maken in een schoolbladje over een plaatselijke groep of, of wat dan ook, dan moet dat het best mogelijk... Dan moet dat eigenlijk Q-magazine God hebben hun ziel, uh, materiaal zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dat het je, dat je, dat geen schande is van, als je die er wat toe, dat je, als je een leke begint te maken, en deze wordt dan het allerbeste leken dat ik kan maken, er <laughs> zijn beter liedjes, mm -hmm. dat is zeker. En de fout die ik maak, dat wordt veel mensen mij kwalijk genomen, dat is, ik heb een spreidstand. Want soms is dat heel raar. Zo, hè? Dus soms heb je, ik zal maar zeggen, heruitzendingen van het Peulegalijs, waar dat dan in kwaliteitskranten vijf sterren worden aangegeven en tegelijk doe ik een programma gelijk merci voor de muziek wat dat duidelijk voor een breed publiek is, uh, menorah Gharib, waar dat dan de kwaliteitspers helemaal niet blij mee is. Je kunt dat ook zeggen van gast, wacht even. ga ze een tour doen met een plaat, dat is, dat is allemaal er is allemaal geweldig over nagedacht en je zegt gastspeurder bij de masked singer. Uh, kun je hmm. mij dat uitleggen, die spreidstand? En, en dan zeg ik ja, natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk, dat is. Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Dus ik ben ervan overtuigd dat je kunt. in een interview met een story. Hè, evenveel sens maken als in een interview met een humor. Uh, en we leven in een klein land. En ik zou het stom vinden. en ook onverstandig vinden van mijn eigen. om te zeggen, jammer zo, die breed publiek. Natuurlijk ben ik, ik niet iemand die vanzelf, vanuit zijn, vanuit zijn eigen zijn, direct een anti dat je zegt, dat is echt your average Flemish boy. Ik ben dat niet, hè. Natuurlijk nee. ben ik dat niet. Natuurlijk ben ik, ik... <laughs> een rare poppenkastspeler, uh, tekenaar, uh, gerateerde schilder uh, en nog van alles. Uh, maar zo doen alsof dat ik erbij hoor... Ook in omstandigheden van programma's waar dan miljoenen mensen naar kijken, dat is ook altijd zo. Ik had dat vroeger op school ook. Ik zei dat niet dat ik in de garage met vriendjes uh, de stukken van Shakespeare naspeelde. Ik zei: um, Ik kan misschien een brommerje kopen, maar ik blijf met de fiets rijden. Maar, maar zo, er willen bij horen, dat, dat is ook dat. Mm. Zo'n schrik hebben om, om afgedaan te worden als zo'n hermetische, rare. Ik heb je ooit over me aangelegd: Die Bart Peters. Het moet altijd zo origineel zijn, Zo als, als, als de grootste de, belediging. De, de grootste belediging ever. Dan dacht ik, ja, dan hebben we gedaan met klappen. Jij staat ja, Ballade van bloed en dat is ook nog zoiets, Ja, daar waren we er straks over bezig voor de opname. Ja, dus uh, ja, mensen die luisteren, mijn vader was een theatermaker in de jaren zeventig en ik weet dat, dat er als elke keer als je op televisie komt, dan zijn mijn moeder of mijn vader, "Ach, de Bart. En uh, die heeft nog bij ons ooit een stuk gedaan. En ik heb eigenlijk tijdens de uitzending even naar onze paan pa de WhatsApp gestuurd. Je hebt trouwens heel veel groeten. Er zit ook een prachtig compliment, dat ga ik straks zeggen. Ja? Uh, maar het was blijkbaar uh, Ballade van Bloed en Tranen van Leo Geert, 23 november 1977. Een stuk over Charles Manson en helter-skelter de Beatles in Theater NVT De Waag in de Lange Noordstraat in Antwerpen. En onze pa was er directeur van. Um, en jij wordt toen heel jong je? Ik was 17 jaar en dat was Will Bekkers. Ja. En dat was eigenlijk ongelooflijk. Dat was een voorstelling. Oh, dat, dat is, het leven is wat dat u overkomt while you're making other plans. Ik was juist. Ik zat, ik zat een jaar te vroeg en ik zat in de Germaanse, dus ik moest zogezegd heel veel studeren. Maar ik was ook heel veel in de stad. En ik moest ook... Ik wil zelf mijn studies betalen, dus ik wilde bijverdienen. Hè. Bijvoorbeeld als drummertje, ik heb ook wel eens een kinderbijbel geïllustreerd. <laughs> zo. Echt, echt zo. ja. Oké, okay, dat is allemaal niet erg. Wat was er nu aan de hand? Door van Boekel, die een van de hoofdrollen speelde. Hmm. Um, dat is mijn onkel. Dat is eigenlijk mijn onkel. En een paar dagen voor de première beginnen die mensen echt te repeteren met kostuum. En dat betekent in dit geval kleren uit. Want daar kwamen orgieën in en zo. En met, met, met blote mensen. En, en, en dus dat echt orkest, dat waren, dat waren professionele Antwerpse muzikanten, die zeiden niet eens: wij mogen hier niet gezien worden in dit theater bij deze voorstelling van onze vrouwen, want dan vliegen we thuis buiten. Dus Nokel Door die belt twee dagen voor die première naar mij en, en die zegt: Bart, wij hebben echt een probleem. Ons orkest is afgeboord omdat wij eigenlijk, ja, Charles, Charles Manson, bloed, tranen, maar ook wel en, 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 en gevogelde, dat, dat was er ook al bij. Dus, dus <laughs> mij mocht dat geen zak uit. Hè. En, en ik speelde dan mijn drie-mansgroep, mijn soort Jimi Hendrix experience, um, eigenlijk heel wilde rock'n'roll um, bewerkingen, punk bewerkingen bijna, van allemaal nummers van een dubbele witte. Want dat heeft Charles, Charles Manson heel erg beïnvloed. Hmm. Um, en daarom wordt er wel eens... Over mij gezegd de stoeme roddel van. Die is ooit begonnen als drummer in een stripteasebar. Maar dat is niet waar. Dat is artistiek theater. met, met, met um, verantwoord bloot. Ja. 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 Wel grappig, want je zit op de stoelen van dat theater. Serieus? Ja. Ja. En zo, zo heeft is, is alles in een soort cirkelbeweging. Hè? En ik kan toch nog één ding zeggen: Onze pa, onze pa is bekkers uh, is nog altijd een legend in his own right. Het zal wel zijn. Mijn god. Wil Groetjes en doe hem de groeten. Ik hou het ook in Ayen zeggen, ja. want hij spreekt ja. nog altijd Ayen. Hij was een wondermooi jongetje van 17 jaar met mooie krullen en prachtige bruine ogen. Oh, <laughs> my! <laughs> <laughs> nu voel ik me helemaal een afgeleefde oude zak. Nee, nee. Allee, heel lief, maar ik herinner mij uw papa nog goed. Want ik had zoiets van. Sorry, maar hier is wel iets aan het gebeuren. Overigens, het meisje waar ik verliefd op was, Anneke. Die is nooit naar die voorstelling mogen komen omdat daar weer echt wel wat over gedaan is. Dat was echt wel. Dat ging ten eerste al over Charles Manson. Die, die feiten waren toen nog, die waren nog vrij vers. Um, en dat bloed en zo. En ja, een onkel door die daar ook bloed spuwde. Dat weet ik ook nog die genande bloed. En die vroeg altijd iedere avond van. Bart ik kan kapot doen. Just zoals de Ritto Chili Peppers eigenlijk. <laughs> en dan ligt ze van, van die klein, slechte symbaalstanden. En dan, dan brak hem die kapot. En dan, ja, want dat was ook... 77, dat was full punk going on. Hè? Ja. Als jij zo'n... Uh, want ik heb het gevoel dat er in u ook nog... 30 jaar zit of zo. <laughs> Heb jij nog dromen na alles wat jij al gedaan hebt? Er is belachelijk veel dat je hebt bereikt. Waar, waar, waar haalde jij het nu uit? Als um. je zoveel dingen hebt bereikt, kan ik mij voorstellen dat je op een bepaald punt zegt: van oké, okay, ofwel moet ik nog proberen van hier nog een hoogtepunt aan te verzinnen, of ik laat dat los, of ik laat dat zijn, of ik wil bepaalde dingen doen, of waar, wat drijft u nu nog? Um. Ik droom van schaalverkleining. Dat is soms heel moeilijk. Eigenlijk nu... Mm -hmm. nu maar dat, dat is ook niet echt erg, maar... Ik word een beetje omschreven als die gast die 27 keer de Lotto-arena uitverkoopt. Ja, dat is zo. Dat is nu even... Nu speelt dat... Dat, dat is een stempeltje. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit van mijn leven meer in cafés mag spelen. Hè? Nee. Ik, heb, ik heb geweldig mogen spelen in cafés. En dat is nu al een tijd... Dat, dat, dat ze daar misschien in, in dat circuit even gezien zouden hebben van wie we daar hebben, uh, dat is nu een, een beetje raar, dus, ja. dus die schaalverkleining is belangrijk en echt op echt echte droom is natuurlijk mijn eerste droom hè. schilder worden mm -hmm. dus, dus de, ik, ik laat dat niet los om een of andere reden heeft het leven daar nooit aanleiding toegegeven tenzij dan dat in plaats van dat iemand besliste hoe dat Jos Bosmans er moest uitzien maakte ik wel een tekening, nee nee, ik wil er zo uitzien of de man die half mens, half kerselaar is, die dan in een rolstoel zit. In welke kant is dat dan? En, 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 en waar begint de kerselaar en waar begint de man? Ik maak daar wel een tekeningsje. Maar, maar dat is, hoe heet dat, utilitair tekenen. Mm. Maar, maar zo tekenen als, of schilderen als expressievorm. Ik ben namelijk zo heel jaloers op Rinus van de Velden. Gezond jaloers. <laughs> ja. ja. Straffenwind. Uh, zie je het je eigen doen? Gaat het, gaat het, want je zegt je laat het niet los. En zou er ook mee naar buiten komen of doe je het voor jezelf? Um, in de corona, dat was dan niet als toen, maar bij die laatste plaat van de kat staat om de krant. Normaal, dat is altijd verzorgd zo op, op vinyl of, of die ding, zo boekjes, En dan zie je spectaculaire live foto's. Alleen dat kon nu niet, want we speelden niet live. Dus dan heb ik bij ieder liedje een, een tekening verzonnen. Mm. En dat is het dichtste dat ik ooit gekomen ben bij... bij um, naar buiten komen. Met naar wat bu je... buiten komen. Met, ja, maar dat is dan nog een beetje utilitair. Het is, het is dan nog een klein beetje... Ja, ja, mm -hmm. um, om, <laughs> we konden geen live foto's tonen, maar dan wisten we, die zijn zeker twee jaar oud. <laughs> dat is <was> toch <het laughs> <voor het liefst. laughs> Hoe... Uh... Hoe zie jij je, je schilderijen? Wat zou jij schilderen? Heb jij daar enig idee van? Ja, ik, ik ben eigenlijk totaal geen landschappen of zo. Ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in mensen. Ik ben ooit, want het is niet dat ik het niet gedaan heb. Ik, ik ben heel al een hele lange reeks bezig van mensen die schrijven met de hand een liefdesbrief. En dat is altijd in verschrikkelijke omstandigheden. Dus bijvoorbeeld een jongenske... Een jongenske en die zit aan een soort bureau waar het hem eigenlijk zou moeten studeren. Maar dan is overduidelijk een liefdesbrief aan het schrijven. En je voelt dat dat niet gemakkelijk is. En echt heel cringy, heel erg. Die ouders die staan in de deuropening van zijn kamer. te kijken: van, is onze Jonas. Ah, onze Jonas gaat dan nog oe lief geraken. Dat een... hmm. en, en, en ik heb dat ook met zo. Toevallig. Ik had dat aan Luiz cadeau gedaan. En, en dat is een gast, raar genoeg een Poetin-achtige figuur. Mm -hmm. En die zit een liefdesbrief te schrijven. En achter hem allemaal ook zo van die gekostumeerde. Ook allemaal van die kalende mannetjes. Zeg maar mm -hmm. hele... En die zit dus ook te kijken: van, wordt het een goede liefdesbrief? Het zijn dat soort onderwerpen. En, en ook vaak, ik, ik, ik kan redelijk, ik zal maar zeggen. u tekenen. Niet dat dat dan helemaal klopt. Maar, maar uw karakter komt daar wel uit. En, en dat interesseert mij heel hard. Ja wat dat kunnen een foto niet hè in foto kun je... ja je kunt photoshopen maar daar ben ik te stoom voor. <lacht> <lacht> nou, voor de volgende affiche van mijn show tekenen jij mij eens zoals jij dat mij ziet. <laughs> Alright. All hoe right. Bert Peters, waanzin dat jij hier zo langs gekomen. Het was het heel gezellig. mega cool. Um, ja, nog iets dat je moet vertellen want jij staat in de Lotto Arena, is dat allemaal al hopeloos uitverkocht of kunnen mensen nog komen kijken? Uh, wat ik merk is dat ze tot mijn... Ik dacht dat het tien keer ging zijn, maar mm. er wordt, er zijn extra, ze gaan extra doen. Zo, okay. zo, als je als dan gaat, dan moet het volledig gaan, denk ik. Allee, ja. Dus, dus dan <tossimus> wordt het een sport. En wat dat je ook gaat hebben is dat er, ze mochten op een bepaald moment, moesten ze beperken en zo. Maar we zijn in code gele. Ja, dus ja. dat is ook aan het veranderen. Dus uh, nee, uh, ik woon op bartpeters.net. Oké. Okay. Dat is een straf dat ik dat zelf weet. Ja. <laughs> <laughs> dat is onze oudste dochter die dat regelt eigenlijk. Ja, ja. Kja, goed. ja ik, ik ben soms ook heel onwetend over dingen die ik, ik zou moeten weten. Dat, dat hoort er misschien een beetje bij, als je ja. dan zo wat creatiever bezig ja. of zo. Met een, met een Instagram, dat is ook met dank aan Nona. Dat is ons oudste dochter. Ja, die van mij is met dank aan Andries Bekkers. Ah, uh, okay. Dus uh, zo merkte wel dat dat toch altijd wel een klein beetje uh, allemaal samenvalt. In ieder geval, uw plaat de kat zat op de krant. Je doet een hele reeks in de Lotto Arena. Er zijn nog plekken, dus uh, er gaan extra shows ja, komen. Ja. Dus uh, ga daar allemaal heen. Bart Peters, merci om af te komen. Het was mega cool. Zeg, succes op Werchterga, hè? Ja, dank u. Maar het is dank volgens u. mij de eerste comedian die gewoon, die gewoon de Foo Fighters vervangt Allee, dat, 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 is toch, dat is toch ongelooflijk? Dat is, ongelooflijk. Dat is ook waar, ja. daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Ik dacht, ik ga dat gewoon stil houden, uh, verzwijgen, maar ja, dat is, dat is waar. Ja. Dat heb ik, Allee, ik dat... aangekondigd. Eigenlijk met dezelfde uh, houding als de dingen die jij zei. Hè. Namelijk, uh, ja, als je zo ergens voelt, ik heb hier schrik van, maar ik moet dat wel doen. Ja. Je en... mogen het u nooit laten tegenhouden als je al de nadelen op een rij zet. die er allemaal zijn. Hè, die je natuurlijk ook in alle vragen krijgt. Ja. Mensen gaan rechtstaan, mensen gaan drinken. mensen gaan... dat is toch in een setting? Nee, dat is waar. Dat is de ergste setting voor comedy ooit. En ik ga het toch doen. Maar jij is ook de enige comedian. die, 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 die zo dat in het Sportpaleis ook doet. Hè? Dus, ja. dus ja. Het gaat minder kalmen. <laughs> Dat neem, mee, dat neem ik mee. Bart Peters, het was een eer. Ik zeg het was onwaarschijnlijk cool. Merci voor af te komen. Uh, je bent altijd welkom als je nog eens iets nieuws maakt of je wilt komen babbelen. Als je eindelijk je schilderijen maakt ja. en dat wilt komen kunt komen vertellen, doe maar. Uh, altijd welkom. Merci om af te komen. Bedankt. Dat was het voor ons voor deze week. Uh, ik ben Alex. Dat is Andries. We zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. I am here with a sword. als het ergens over moet gaan, send the message. Not the face. Glimmer something. Idere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.